besluit de zitting. Uitspraak schriftelijk over 3 weken. 3 weken. En als het eerder lukt, dan gaat ja, maar 3 weken, iedere dag vallen de doden. Oké, we staan buiten voor de rechtbank. We hebben net die rechtszitting gehad. Wat we nu filmen, dat zal ik monteren voor de integrale opname van de zaak die we net hebben gehad. We hebben kort geding gehad tegen de staat, tegen Volksgezondheid als onderdeel van de staat. En tegen leden van de Gezondheidsraad als onderdeel van daar weer van, zeg maar. En het CBG. En het College Bescherming. Beoordeling Geneesmiddelen. Beoordeling Geneesmiddelen. Ja. Die kende ik nog niet zo goed. Ga ik hakkelen meteen. Jullie kennen ze vrij aardig, hè? Ja, dit is namelijk onderdeel van het EMA. Er werd net gedaan of het EMA Europees is en wij er niks aan kunnen doen, maar het is een vrijwel Nederlandse instelling. Oké, een paar dingen verbazen me, maar dat is ook misschien omdat ik dat niet weet van het Nederlands recht. De vraag werd gesteld over ontvankelijkheid van pols. Mag jij hier wel dit eisen? Maar moet de rechter daar dan niet iets over zeggen voordat hij gaat beginnen? Want dat werd hier gewoon gepasseerd. Nee. Mag ook later? Mag ook later. Dus dat kan ze altijd nog doen? Ja, maar ik verwacht niet dat dat een probleem oplevert. Want elke Nederlander die is ontvankelijk. Want iedereen die het voelt is ontvankelijk. Ja, maar goed. Dus de gedaagde partij, de landsadvocaat zei, we moeten hier maar niet doen. Want Pols die heeft Pols naar de zaal uit, zoiets. Dat is niet gebeurd. Nee, maar je wordt sowieso niet de zaal uitgebonzoerd. Het enige is, je wordt niet ontvangen verklaard. Andere vraag die ik had, is ze zeggen van ja, dit gaat tegen personen. En dat moet niet. Die personen zitten in een commissie. Die commissie is onderdeel van de staat. Dus als je wat wil zeggen, dan zeg je dat maar tegen de staat. Ook dat werd door de rechter niet benoemd voorafgaand. Nee, maar dat gaat ze ook in de vonnis. Dat komt in het vonnis ook terug. Ja, en ik verwacht op zich, ik verwacht eigenlijk dat ze dat gaat doen. Want ze willen niet dat we die mensen dagvaren. Wat mij opviel in de afgelopen zaken, afgelopen anderhalf jaar, dat ik met jullie verslag doe van wat jullie hier dit doen, is dat soms de landsadvocaat een citaat maakt en dan denk je, wacht even, dit is een 1-2'tje. En ja hoor, dan komt het in het vonnis terug. Ik hoorde de landsadvocaat zeggen, ik zou het fijn vinden, mevrouw de rechter, als u... Precies. Nou, maak hem maar af, want je weet waar ik naartoe wil. Ja, dat die mensen maar niet meer persoonlijk moesten gaan dagvaren. Dat geen goed idee was, hè, want dan kunnen deze mensen niet meer goed hun werk doen. Ja, en dat is natuurlijk. Ik vraag me af of ze dat gaat doen, want dat zou betekenen dat deze mensen een soort immuniteit krijgen. Ja. Ja, dat kan ze dus ook niet doen en het is een circulaire redenatie. We hebben ze gedagvaard omdat ze wij van mening zijn dat ze persoonlijk hun werk niet goed hebben gedaan. Het zou een beetje raar zijn als je zegt van ja, maar dat kan niet. Je kan mensen niet dagvaarden als jij vindt dat ze persoonlijk hun werk niet goed hebben gedaan, omdat ze persoonlijk hun werk niet goed hebben gedaan. Dat kan natuurlijk niet. Dus dit is een onmogelijke vraag die aan de rechter wordt gegeven. Of gesteld. En ik vind het ook tamelijk ver gaan dat de verdediging eigenlijk een soort dog whistle of een knipoog naar de rechter geeft van hé, let op wie je salaris betaalt. Hè? Nou, zo interpreteer jij dat, maar we zullen zien of het in het vonnis terugkomt. In ieder geval dat aangeven, dat herken ik uit eerdere zaken. Ja. Dat wel. Oké, wat ik ook herken uit eerdere zaken is dat de rechter zegt, meneer Pols, u bent wat lang van stof, kunt u het binnen een kwartier doen of binnen een half uur? En dan zegt meneer Pols, nou nee, dat kan ik niet. En dat gebeurde hier ook. Kan je me uitleggen, want dat heb ik nog niet eerder aan je gevraagd. De rechter kan ook zeggen, nou meneer Pols, ik zet nu uw microfoon uit, we gaan nu naar de volgende, ja? Dat is nog niet gebeurd. Nee. Mag dat wel of hoe werkt dat? Dat mag, ja, mag dat. Kijk, het is niet netjes, want je moet natuurlijk je punt kunnen maken daar. En ze deed net als een kort geding betekent dat je dan niet een lang pleidooi mag houden. Maar er zijn kort gedingen die duren een hele dag. Het enige wat het criterium is, het moet spoedeisend zijn. Ja. Dat betekent niet dat niet uitgebreid gesproken kan worden. En dat was totale nonsens. Heb jij, in alle eerlijkheid, heb jij je pleidooi korter gemaakt dan je van plan was? Wat ik altijd doe, ik laat wel vaker een zinnetje weg. Dat doe ik sowieso, als ik denk aan een beetje te veel herhaling. Maar nee, niet echt. Nee. Jij hebt wel ingenomen, jullie zijn wel korter aan het woord geweest dan je vooraf van plan was. De staat was 15 minuten bezig. Ja. Kijk, zo kan het ook, meneer Pols. Ja, zo kan het. Als je geen verweer voert, dan kan dat. Ja, ik zag ook geen inhoudelijke punten. Op één ding na, in de dupliek kwam het puntje gentherapie langs. Want jij zegt tegen de landsadvocaat of tegen de rechter. Ja, maar even voor duidelijkheid. De staat bestrijdt niet dat het gentherapie is. Dus dat is hier klip en klaar komen vast te staan. Ja. Nou, dat lokte wel een inhoudelijke reactie uit. Wil je vertellen wat daar gebeurde? Ja, kijk, de staat wil niet dat het bekend staat als gentherapie. En het gaat niet alleen maar over marketingtechnische, dat het vervelend is om mensen gentherapie aan te bieden in plaats van een vaccin. Een vaccin heeft al veel meer marketing ondersteuning gekregen de laatste 50 jaar. Gentherapie, daar zitten ook juridisch gezien veel meer eisen aan.
En dat is het juridische aspect waar de staat probeert onderuit te komen. Dat kan natuurlijk niet, dus we overwegen ook wederom een klacht te maken tegen de landsadvocaat. Want natuurlijk zijn ze op de hoogte van de gentherapeutische aard van deze injecties. Ik wil verwijzen naar de brief die is gestuurd naar de Tweede Kamer op 28 maart 2020... door de minister van Verkeer en Waterstaat, of in ieder geval Infrastructuur, van Nieuwenhuizen. Waarin klip en klaar wordt gevraagd over vrijstelling van gentherapie van milieubeoordeling. Het is gentherapie, niet alleen het onderzoek ernaar, niet alleen de clinical trials, maar deze vorm van therapie, profilaxe, hoe je dat wil noemen, het valt allemaal onder de... Hij heeft het hier niet inhoudelijk te doen en dat kunnen mensen straks zien aan het eind van de zitting. Want jij pakte dat voorbeeld om daar weer op te reageren en klip en klaar uit te leggen waarom je vindt dat het wel gentherapie dus is. Dus wat gentherapie inhoudt is het toevoegen, het wegnemen, het omdraaien, het versterken, het veranderen van genen in de menselijke cel. Het gaat niet over DNA. Genen worden opgeslagen. Het gaat ook over DNA. Genen zijn vastgelegd in ons DNA en RNA. Dus door een DNA-vaccinatie, zoals bij de vectorvaccins, daar is geen discussie over mogelijk. Dat is natuurlijk gentherapie, maar ook mRNA. Hebben de ICH, de FDA en de EMA heel veel discussie over gevoerd. En ze komen maar tot één conclusie. Onder alle wetten en regelingen valt dit onder gentherapie. Wat vonden jullie er zelf van je optreden? Hoe vond je dat het ging? Nou, ik vond dat Jeroen het heel goed deed. Dankjewel. Op Twitter werd gezegd, het beste optreden van Viruswaarheid tijdens een rechtszaak tot nu toe. We moeten heel blij zijn met hun inzet voor alle Nederlanders. Het ging ook over jou, denk ik, hoor. Goed om te horen, dat geeft de burger moed. En ik denk dat we nog wel 50 zaken zullen moeten voeren. We zijn er nog lang niet vanaf. Oké, een paar maanden geleden ontdekte ik een 3D-printer en ging ik ook mijn podcast logootje 3D-printen. Mensen zagen dat en zeiden, wacht even, dat is een beker, het is een cup, een award. En ja hoor, ik heb podcast awards geprint. En dan vroeg ik op internet aan mensen, wie zouden jullie nou nomineren? En jullie zijn ook genomineerd. En toen sprak ik Jeroen, ik was in Zweden deze zomer. Jij was in een hoger beroep. Of valt die nou? Nee, valt niet af. Ja. Kijk, ze zijn in stijl ingepakt. Dat zal ik even laten zien op de camera. In een lucifer-doosje. Oh. Want ja, een klein vonkje, een klein vlammetje is alles wat nodig is. Bij deze dan reik ik je alsnog het echte vlammetje uit, want ik was in Zweden. Nou, dankjewel Rico. Maak maar open en jij krijgt het. Dankjewel. Is dit de Anton Mussert Award? Nee, dit is dus het omgekeerde. Is het de podcast van de... Award? Nee, ja. Kijk, de Mussert Award, dat moeten mensen maar zoeken op Twitter en er is een website van. Dat is een negatieve award, dus als je het een lode lookie. Ja, precies. En ik ben podcast. Ik doe het positieve zoeken en de positieve dingen vergroten. Dus dit is het omgekeerde van de Mussert Award. Prachtig. Oh, award. Ja. Ik voel me vereerd. Ja, je wil niet zo heel goed erin, hoor. Ik neem aan dat we in december dan ook een gala hebben. Oh, de Mussert Gala of de podcast gala? Beide. Ik denk dat we de awards moeten uitdelen dan. Nou, dat lijkt me goed te doen. Ja. Als ik de gala ga doen, dan zijn jullie welkom. Want je hebt dankjewel, gewonnen. Je bent een goed gezelschap. Gefeliciteerd met je nominatie. Ja, dankjewel. Ook, Willem. Ja. Dan spreek ik je dan weer. Of eerder in de rechtszaal. Ja. Dankjewel, jongens. Ja. Goedemorgen allemaal. Aan de orde is de zaak van... viruswaarheid.nl, Vereniging Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken en meneer J.S. Pols tegen de Staat der Nederlanden, meneer Kuilberg, Van Beek, Hoebe, mevrouw Koopmans, meneer Pierik, mevrouw Schermer, mevrouw Schultz, meneer Prins. En mevrouw Van den Muisberg. We zijn weer bij de rechtbank. Het is 8 november 2001. En vandaag hebben wij gedagvaard de staat, maar naast de staat ook de gezondheidsraad en het CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Waar gaat deze zaak over? Bij de toelating en de distributie, eigenlijk het hele vaccinatieprogramma, zijn er adviezen uitgedeeld, zijn er rapporten geschreven die duidelijk niet naar behoren zijn gedaan. En wij zien daar niet alleen strafbare feiten in, dus los van dat we daar aangiftes van hebben gedaan, denken we dat het ook erg belangrijk is om hier een dagvaarding van te doen, om de staat en deze organen te dwingen hun adviezen terug te trekken en de vaccinatiecampagne te beëindigen. Eerst gaan we bespreken wie er allemaal zijn
En voordat ik daarmee begin, wil ik even checken bij de procespartijen. Of zij inderdaad ermee akkoord zijn aan de kant van de eisers dat zij worden gefilmd. Want er is een livestream van de Raad van de Rechtspraak en van Podcast. Dat is op voorhand al aan u gevraagd, maar ik wil het graag even verifiëren. Geen bezwaar. En aan de kant van de staat heb ik begrepen dat de beide advocaten geen bezwaar hebben om in beeld te komen. Maar de mensen die zijn meegenomen blijven buiten beeld. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is juist. Nou, dat is ook zo afgesproken met de heren die hier voor beeld en geluid zorgen. Dus dat zou goed moeten komen. Dan, even kijken wie is. Voor Stichting Viruswaarheid is, naar ik van de Bode heb meegekomen, meneer Engel. Dat bent u. En voor de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, mevrouw Van Rij. Wat is de laatste letter van uw achternaam, mevrouw Van Rij? Een I. Dus IJ. IJ, ja. Meneer Pols, dat bent u. U komt voor uzelf. En meester van de corporate staat u bij. En voor de staat is aanwezig meester Den Herder van het ministerie van VWS. Nou heb ik even toch wat afgeleid door het geluid. Wie van de aanwezigen is meneer Den Herder? Oh, dat is een mevrouw, ja. Ja, mevrouw, inderdaad. En dan meester Stupar. En u bent, volgens informatie die de staat van tevoren heeft gemaild, algemeen secretaris, directeur van de Gezondheidsraad, dat is juist. Meester Polano. En u bent senior juridisch adviseur bij het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Dat is ook juist. En dan zijn er twee advocaten namens de staat aanwezig. Meester Teuben. Ja, dat ben ik. Ja. En meester Batting, dat bent u dan. Goed. En dat zijn de mensen die hier als procespartij zijn. Er is ook publiek, dat is prima. Ik wil van tevoren graag een afspraak maken met het publiek. U bent hier natuurlijk omdat u het recht hebt om kennis te nemen van wat er hier gebeurt. En dat is ook goed. Daarom zijn de zittingen ook openbaar. U heeft alleen geen spreekrecht. Dus ik verzoek u om, nou ja, niet het woord te zoeken. Als we dat met z'n allen kunnen afspreken, dan krijgen we een zitting waarbij in ieder geval procespartijen volledig aan bod kunnen komen. Nou, ik ben al een heel eind met de agenda. We zijn inhoudelijk nog niet over de zaak te spreken geraakt, maar dat gaat komen, dat beloof ik u. Laten we even kijken of beide partijen over dezelfde processtukken beschikken. Ik heb ontvangen van eisende partijen een dagvaarding met aanvankelijk 17 producties. Meester van de Corporate, u had productie 1 niet toegestuurd, maar die hebben we zelf even uitgebreid. Waarom? Ja, waarom, dat weet ik niet. Maar goed, dat is zo groot, maar we hebben er kennis van genomen. Okay. Digitaal was hij wel bij ons terecht gekomen. Oké. Okay. Yeah. Digitaal, oké. Okay. Ja, maar de bezorgde stukken zat hij niet bij. Nou, kan gebeuren. De staat heeft op voorhand de conclusie van antwoord genomen met bijlagen. Die heeft u ook bereikt. En er is nog een aardig pakketje nagekomen stukken, om het zo maar even te noemen. Productie 18 tot en met productie 41. Die zijn vrijdag gemaild. Als ik me niet vergis. Die zijn ook bij Utrecht gekomen. Ja, zeker. Is het post-exemplaar ook niet bij aangekomen? Zeker wel, want daar zit de topladen bij. In tegenstelling tot het eerste, dat is allemaal los. Ja. maar goed, er zit een elastiekje mee. Dan hebben we allemaal dezelfde stukken op voorhand bestudeerd. Afspraak is dat eisende partijen en gedaagde partijen in eerste termijn 20 minuten spreektijd hebben. Ik hoop dat u zich daaraan kan houden. Dat was heel moeilijk. Want? Dat is te beperkt voor de omvang van de zaak. Laten we het dan zo afspreken dat u in ieder geval niet herhaalt wat in de stukken staat, want wees u ervan bewust, ik heb er echt kennis van genomen. En dan kijken we of het gaat lukken in, wat denkt u dat u wel nodig hebt? 3 kwartier.
Ja, dat wordt een beetje lastig. Ja, ik heb geprobeerd het korter te houden, maar dat is heel moeilijk. Want het is een hele omvangrijke zaak en ook een hele belangrijke zaak. Ik wil niets afdoen aan het belang van de zaak. Maar het is wel een kort geding en geen bodemprocedure. Dus ik hoop dat het u lukt om zaken die al in de stukken staan niet te herhalen. En als ik denk dat dat wel zo is, dan zal ik daar iets over zeggen. Voor de staat geldt dat zij in beginsel ook aan die voorafgekondigde 20 minuten zullen worden gehouden. Ik begin met het woord te geven aan de minister van de Korput namens eisende partijen. Ja, en ik geef het gelijk door aan de heer Pols, want anders komen we normaal te kort in de tijd te zitten. Hij had ook kort in op een aantal formele punten die ik normaal gesproken zou doen, maar die zitten in zijn verhaal van leven. En mevrouw Van Rij wil ook nog iets zeggen, en de heer Engel eigenlijk ook, dus het is... mij zou een herhaling worden bezig. Dus de formele punten zitten in het verhaal van meneer Pols. Goed, ik geef mijn spreektijd vrijwillig op. Dan kan meneer Pols wat langer spreken. Dank u wel. Lief en laag. Blijf ook wel. Dank u wel. Het zijn grote letters. Ik zie het, dus ik had het zelfs zonder bril. Ik ga mijn best doen. Maar even kijken, zit wel ergens ver naar voren. Ja, bent te horen zo. Hè? Goed. Ja. Edelachtbare voorzieningenrechter. What can you do against the lunatic who is more intelligent than yourself, who gives you arguments a fair hearing and then simply persists in his lunacy. Dit is een citaat uit het boek van George Orwell 1984 en beschrijft de machteloze situatie waarin ikzelf met miljoenen andere Nederlanders zich bevinden. Ongeacht de hoeveelheid bewijs en ongeacht het aantal argumenten dat op tafel ligt, ongeacht de intelligentie, als het niet past in de boodschap van de inmiddels almachtig te noemen overheid, dan is het debat uitgesloten. Ook in de rechtszaal, zoals blijkt uit meer dan 20 rechtszaken. Maar vandaag oordeelt u niet alleen over ieders grondrechten en vrijheden. Het doel van dit kort geding is de onmiddellijke opschorting van de massale campagne met de COVID-19 immunotherapieën van BioNTech Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Ik zal even kort nog die immunotherapieën. Deze stond in de conclusie van antwoord van waarom gebruiken we dat woord. Dat is het woord wat de fabrikanten zelf in hun stukken gebruiken. Omdat men weet namelijk dat het geen echt vaccin is. Dus dat even ter toelichting. Omdat de rechtspraak in haar uitspraken tot nu toe steeds vindt dat de staat mag vertrouwen op de door haar geraadpleegde deskundigen, ook als deze adviezen onbegrijpelijk zijn, hebben wij in deze zaak naast de staat ook de individuele leden van de tijdelijke commissie medische aspecten COVID-19 gedagvaard. Zij zijn persoonlijk aansprakelijk voor de gevolgen van de onwetenschappelijke en onverantwoorde adviezen. Uw vonnis zal bepalen of nog meer gezonde mensen gaan overlijden, gehandicapt worden of andere schade oplopen door het onder dwang, misleiding en bedrog toedienen van een experimentele gentherapie tegen een ziekte die geen enkele reële bedreiging vormt voor de meerderheid van de bevolking. De feiten en statistieken zijn zo schokkend en onrechtmatig dat het niet de vraag is of de campagne geschorst moet worden, maar waarom dat tot nu toe nog niet gebeurde. Ik zal hierna ingaan op het verweer van de staat en de leden om te eindigen met mijn conclusie, waarin ik zal het verzoek om onmiddellijk vonnis te wijzen. Eerst wat betreft de ontvankelijkheidsverweer.
Gedachten voeren een aantal gronden aan waaruit zou moeten blijken dat wij niet ontvankelijk zijn. Als eerste zou door viruswaarheid en NVKP niet voldaan zijn aan de eisen van artikel 3305a BW, omdat de sommatiebrief geen verzoek onmiddellijk overleg bevat. Daarmee zou dus niet voldaan zijn aan de overlegplicht van lid 2. Er is echter een onjuiste uitleg van deze voorwaarden. De beantwoorde vraag is niet of er een poging tot overleg is geweest. De vraag is of in de gegeven omstandigheden onvoldoende is getracht het gevorderde door het voeren van overleg te bereiken. Volgens de wettelijke bepaling is een brief met een verzoek tot overleg met vermelding van het gevorderde onder een termijnstelling van 2 weken in elk geval voldoende. Deze redactie betekent volgens de memorie van toelichting dat gegeven de omstandigheden ook denkbaar is dat in het geheel geen overleg vereist kan worden. En deze situatie doet zich hiervoor. Wij hebben gedaagd op de hoogte gesteld van de vordering met een uitgebreid overzicht van de schokkende feiten. Dit heeft geleid tot een briefwisseling met als uitkomst dat zij geen enkele reden zien om aan de sommatie gevolg te geven. Daarbij liggen de belangen van partijen zo ver uit elkaar dat overleg vooraf als zinloos te beschouwen is. Dus deze grond treft geen doel. Dan, gedaagde voeren vervolgens aan dat de dagvaarding geen toelichting geeft op welke wijze voldaan is aan de eisen van artikel 305a. Ook dat is onjuist. In de dagvaarding is beschreven op welke wijze daaraan voldaan is. En een kort geding is voorts beperkt tot de in artikel 10.18c lid 1 rechtsvordering genoemde eisen. En daarbij is hier duidelijk sprake van een ideeel doel. De opmerking dat een procedure tegen individuele leden geen ideeel doel zou, een ideeel doel zou uitsluiten, kan ik niet volgen. Want deze dagvaarding is in belang van de gezondheid van elke Nederlander en daarbij ook hun grondrechten en vrijheden. Tot slot de ontvankelijkheid van mij als persoon. Uit mijn uitlatingen maak ik gedachte op dat ik mij niet heb laten injecteren en ik kennelijk ook geen voornemen heb dat te doen. Een schorsing van de handelsvergunning zou daarmee voor mij persoonlijk geen verschil maken. Ik zou daarmee geen belang hebben. Maar daar denk ik anders over. Het is juist dat ik nooit die experimentele gentherapie tot mij zal nemen. In ieder geval niet vrijwillig. En ik hoop mijn kinderen ook niet. Maar dat betekent niet dat ik geen procesbelang heb. Integendeel. Mensen die weigeren aan dit medische experiment deel te nemen, worden op basis van leugens systematisch grondrechten ontnomen. Nog ik, nog mijn kinderen kunnen een restaurant bezoeken, kunnen naar de sportschool, kunnen naar het theater, kunnen naar een concert en binnenkort kunnen ze ook niet meer naar school of naar het werk. Als gevolg van dit misdadige beleid, hè, u weet ook die QR-code volgens u een volledig aanvaardbare maatregel is, worden ook ik en mijn gezin van deelname aan de samenleving uitgesloten. Ons leven wordt geminimaliseerd en onze rechten worden weggenomen. Dus deze uitsluiting is een direct gevolg van die adviezen, immers dat hangt samen met de injectiecampagne. En het juridische en ethische advies vormt de basis voor deze apartheidssamenleving. Dus ik meen dat mijn belang daarmee voldoende duidelijk is. Dan wat betreft de dagvaarding van de individuele leden. En men zegt dat niet de commissieleden, maar de staat had gedagvaard moeten worden. En ze zien niet waar de noodzakelijkheid zit. Nou, wij beschouwen dat op meerdere gronden wel noodzakelijk. De staat verschuilt zich bij het verdedigen van haar onbegrijpelijke beleidskeuzes telkens achter de alwetende deskundigen. De rechters namen dit verweer in iedere proceszaak namen ze dat over. En in deze procedure hebben de deskundigen de kans zichzelf te verdedigen. Overigens zie ik dat ze niet aanwezig zijn en dat vind ik echt een gemiste kans. En ik denk dat daar ook conclusies van uw kant aan verbonden kunnen worden. Want er is een hele hoop vragen zijn er die om uitleg hadden. Een uitleg vereisen. Maar de staat kan zich niet verschuilen achter ongrijpbare deskundigen. Als direct en voorzienbaar gevolg van deze adviezen krijgen miljoenen mensen onder valse voorwenselen en ontoelaatbare druk een experimentele gentherapie toegediend zonder dat daarvan enige gezondheidswinst op individueel of maatschappelijk niveau te verwachten was. Ook wisten zij, of konden zij weten, dat hun adviezen de basis vormen voor de besluitvorming van het kabinet. Het directe gevolg is het grootste ongecontroleerde medische experiment uit de Nederlandse geschiedenis. De bevolking wordt willens en wetens aan onbekende gezondheidsrisico's blootgesteld.
En die gevolgen zijn inmiddels zichtbaar. Duizenden mensen liepen zwaar letsel op of overleden als gevolg van de bijwerkingen. En de adviezen die vormen een onmisbare schakel hierin. Dus deze onrechtmatige handelen kunnen aan de leden er persoonlijk toegerekend worden. Zij zitten immers op persoonlijke titel in deze tijdelijke externe adviescommissie. Ik wijs nog even op 3.2, geloof ik, in de conclusie staat ook dat de leden, de gezondheidsraad is geen rechtspersoon en de leden zitten dus zelfs, die zijn zelfstandig daar aan te spreken. Gedaagden stellen verder dat wij de leden onder druk zetten om hen tot andere advisering te bewegen of hen af te schrikken van hun werkzaamheden. Dat klopt, dat is namelijk ook de vordering in deze procedure. Wij hopen de leden op deze manier te bewegen om hun werk op een zorgvuldige en ethische wijze te voldoen in overeenstemming met hun wettelijke opdracht. Wat niet klopt, is dat door onze handelwijze het goede functioneren van adviescolleges onder druk komt te staan. Ons punt is juist dat de gezondheidsraad niet functioneert. Niet tijdens de Mexicaanse griep en ook nu niet. Van objectieve wetenschappelijk verantwoorde adviezen is geen sprake. Zij gedragen zich als belangenbehartigers van de vaccinindustrie en niet als een commissie die het belang van onze volksgezondheid dient. Als zij op een verantwoorde en zorgvuldige wijze hun opdracht vervullen, dan is er ook geen enkele vrees om aansprakelijk gesteld te worden. Zelfs als je je zou vergissen, als je het zorgvuldig hebt gedaan, hoef je geen bang te zijn daarvoor. Wij hebben volgens gedaagden wel gelukkig wel het recht om een debat te voeren, staat in een conclusie. Dat is op zich een sympathieke opmerking, maar dat debat dient zich wel alleen te richten op de staat. En het probleem is ook dat wij dat al anderhalf jaar proberen, maar een debat waarbij steekhoudende argumenten en feiten genegeerd worden, is voor mij geen debat. Dan kom ik bij het verweer van gedaagden. Men beschrijft in talrijke pagina's het proces van advisering en regelgeving die een onafhankelijke advisering zouden waarborgen. Maar de kern van de dagvaarding is juist, op papier is het allemaal prachtig geregeld, maar in de praktijk is er niets van terug te zien. Een commissie is niet onafhankelijk omdat de wet dat voorschrijft. En een commissie wordt ook niet onafhankelijk of een commissielid omdat zij een formuliertje invullen en dat dan samen besproken wordt in een commissie. Want al in 2009, tijdens de Mexicaanse griep, bleek al dat er grote twijfels bestonden over de belangenverstrengelingen van de leden. En dat is zeker niet minder geworden. Ik wijs nog even op de waarschuwing van de Raad van Europa in 2010 met een hele duidelijke resolutie dat enorme sommen overheidsgeld verspild worden, ongerechtvaardigde angsten aangejaagd en onverantwoorde gezondheidsrisico's genomen werden. En door de versnelde toelating van onvoldoende geteste vaccins en medicijnen. En de Raad zag een ongepaste invloed vanuit de farmaceutische industrie op nationale autoriteiten en er bestonden ernstige twijfels over de transparantie van de besluitvormingsprocessen en de identiteit van deskundigen, wier aanbevelingen een hele grote impact hadden op de begrotingen voor de volksgezondheid en vooral ook de gezondheid van de mensen. En die vrees die bleek dus ook niet onterecht destijds. Want zo bleek bijvoorbeeld Ab Oosterhaus financiële belangen te hebben bij de aankoop van vaccins en gebruikte zijn invloed als lid van de gezondheidsraad. En diezelfde Ab Oosterhaus die zien we ook vandaag nog iedere dag zijn sprookjes vertellen in elk denkbaar televisie- en radioprogramma. En de gang van zaken was destijds aanleiding voor parlementair debat, maar die met Kamerleden die we nu niet horen. Zij hullen zich in stilzwijgen. Maar destijds stelden ze grote vraagtekens bij het functioneren van de gezondheidsraad. Ik wijs even op Katja Ariep. Die noemde dat destijds in de Kamer het grootste medische schandaal van de afgelopen 100 jaar. En ook kwam naar voren toen dat de WHO, de farmaceutische industrie, onder druk gezet was om de milde griepvariant H1N1 tot een pandemie uit te roepen. De British Medical Journal die deed destijds onderzoek naar die belangenverstrengeling en zij zijn geschokt op een schokkend netwerk van kruisverbanden tussen nationale en internationale gezondheidsorganisaties en de farmaceutische industrie. Van de 16 adviseurs van de WHO bleken er 6 belangenverstrengelingen en 4 banden met de farmaceutische industrie te hebben. Ik kan u vertellen, dat is niet beter geworden.
De terechte conclusie is dan ook dat het grootste slachtoffer van de Mexicaanse griep is de geloofwaardigheid van de WHO en het vertrouwen in het globale gezondheidssysteem. Daarna is ook, toen is ook door de commissie Bierenschot de aanpak geëvalueerd. En daaruit blijkt ook dat de farmaceutische industrie volstrekt onverantwoord handelde. Men had alleen oog voor de commerciële belangen en niet voor het algemeen maatschappelijk belang. Het lijkt wel een déjà vu. We zijn inmiddels 10 jaar verder en ondanks een toezegging van de minister destijds heeft er nooit een onderzoek plaatsgevonden naar de belangenverstrengelingen van de leden. Dus wat heeft de gezondheidscommissie gedaan om haar geloofwaardigheid te herstellen? Ab Oosterhaus is uit de commissie verdwenen. En de leden moeten nu een formulier invullen. En dat formulier wordt gemeenschappelijk besproken. Erg overtuigend komt het op mij allemaal niet over. En hoe merkwaardig is het dat een Marion Koopmans en andere adviseurs die toen adviseerden over de campagnes met nauwelijks geteste vaccins zich op dit moment niets te lijken herinneren van het Mexicaanse griepschandaal. Ik wil ook even herinneren aan meneer Van Dissel. Hij zat ook in de gezondheidscommissie en adviseerde toen voor die vaccins die ook toen experimenteel waren en toen ook tot schade hebben geleden. Sterker, we zien nu een exacte herhaling van toe, alleen nu in de overtreffende trap. Hun adviezen laten de winsten van de farmaceutische industrie tot astronomische hoogte stijgen. En het belang van de volksgezondheid, die speelt geen enkele rol. Het staat vast dat de adviezen van de Gezondheidsraad tijdens de Mexicaanse griep een groot aantal kinderen ernstige schade hebben toegebracht. Dat is nu weer het geval, alleen veel massaler. Er is in deze procedure dan ook geen reden om aan te nemen dat de leden zonder last of ruggespraak tot een onbevooroordeelde of onafhankelijke weging komen en geen andere belangen of groeperingen vertegenwoordigen. De adviezen zullen dan ook op kwaliteit en inhoud beoordeeld moeten worden en niet op de wetenschappelijke titels van de opstellers ervan. Dan het ontbreken van het verweer van de kant van gedaagden. Dit kort geding is feitelijk een voorlopige voorziening in een bodemprocedure. En in 94 pagina's hebben we onweerlegbaar aangetoond dat er niet één, maar een opstapeling is van gronden die elk op zichzelf een onmiddellijke schorsing van de campagne noodzakelijk maken. De schade voor de volksgezondheid is als gevolg van deze experimentele injecties en het gevoerde beleid rampzalig. Daarom kan de uitkomst van de bodemprocedure niet afgewacht worden. Op basis van artikel 223 rechtsvordering hadden we een voorlopige voorziening kunnen aanvragen in het geding. Maar dat was geen optie, simpelweg omdat de eisen van artikel 305 ABW en 1018C rechtsvordering een te grote vertraging zouden opleveren voordat dat behandeld kan worden. Daarom is dus gekozen voor dit apart geding, kort geding. Gedaagden stellen zich op het standpunt dat in de dagvaarding alleen maar een algemene verwijzing gemaakt wordt naar de dagvaarding en bodemprocedure, omdat de inhoud als herhaald een ingelaste beschouw is. Dit zou een algemene verwijzing zijn naar een productie en dat is volgens algemene vaste jurisprudentie onvoldoende. Maar ik wijs even op een gedaagde verwijst naar een arrest van de Hoge Raad. En daar staat dus inderdaad in de eisen van een behoorlijke rechtspleging. Brengen mee dat een partij die een beroep doet op bepaalde producties, uit producties blijkende feiten en omstandigheden, dit op een zodanige wijze dient te doen dat voor de rechter duidelijk is welke stellingen hem ter beoordeling worden voorgelegd. En dat voor de wederpartij duidelijk is waartegen zij zich dient te verweren. En dan heeft de rechter slechts te letten op feiten waarop de partij ter ondersteuning van haar standpunt een beroep heeft gedaan. En de enkele omstandigheid dat uit de overgelegde stukken een bepaald feit blijkt, impliceert niet dat zij dat ter ondersteuning van haar standpunt op dat feit beroept. Maar deze situatie doet zich hier niet voor. Ten eerste is duidelijk in de dagvaarding te lezen dat deze voorlopige voorziening gevraagd wordt op basis van die dagvaarding. Maar dat is niet alles. Er wordt in de kort geding dagvaarding zijn alle argumenten uit de bodemdagvaarding herhaald en is daarmee niet in productie waar we uit een aantal feiten kunnen blijken. Dit vormt de basis voor dit geding. Het is dan ook evident waartegen de wederpartij zich dient te verweren. Daarover is geen onduidelijkheid. Maar er komt nog wat bij. Bij elk argument staat in de kort gedingdagvaarding welke bladzijde. Dus er wordt gewoon duidelijk naar verwezen.
Gedaag te maken dan ook een grote vergissing door geen verweer te voeren en slechts in te gaan op hetgeen in de kort gedingdagvaring concreet en specifiek naar voren is gebracht. Door die feiten niet te weerspreken is de vordering direct toewijsbaar. Nog een keer. Dan komen we bij het toetsingskader. Hoeveel tijd zitten we al? 16 minuten. Oh, dan gaan we het makkelijk halen. De dagvaring gaat uit van het vaste beoordelingskader van de Gezondheidsraad, namelijk de criteria voor opname van een vaccinatie in een publiek programma. Volgens de toelichting vormt dit een hiërarchisch kader. Maar, zeggen gedaagden, dit betekent niet dat als een van de dit betekent normaal gesproken als aan een van de criteria niet voldaan is, de volgende geen bespreking dient. Maar, zeggen gedaagden. Dit toetsingskader is ineens geen wet van mede en pers. Het zal immers nooit zwart-wit zijn. Elke vaccinatie heeft sterke en zwakke punten. En hierbij verwijzen eisers naar de toelichting uit 2013. Maar dit is niet de marge waar we het hier in deze procedure over hebben. Bij deze producten is er geen wit. Hier is alles zwart. Hier is geen beoordelingsruimte. Een battle of science is hier dan ook helemaal niet aan de orde. Het gaat hier om experimentele middelen waarvan de producent zelf zegt dat het haastig ontwikkeld werd en dat ze niet bekend is of het veilig of werkzaam is. Een preventief geneesmiddel moet echter per definitie aan hogere eisen van veiligheid en werkzaamheid voldoen, omdat je dient dat toe aan gezonde mensen. En omdat de Gezondheidsraad al haar eigen criteria negeerde, het is niet een beetje een criteria, wat minder, wat meer, nee, geen enkel criterium is voldaan. En in de bodemdagvaring is dat in tientallen pagina's uitgelegd. Het uitgangspunt bij de toetsing is dus dat zeer hoge eisen gesteld moeten worden aan de effectiviteit en veiligheid. En die eisen liggen zelfs hoger dus dan gebruikelijk. Dat betekent... wat gebruikelijk is bij geneesmiddelen, deze worden immers toegediend aan personen die ziek zijn. En dat houdt in dat een vaccinatie alleen een optie is als er voldoende gegevens voorhanden zijn waaruit een goede en effectieve en veiligheid blijkt. Zelfs bij de meest marginale toetsing is het evident dat aan geen enkele van deze eisen is voldaan. Integendeel, de tekortkomingen en onrechtmatige aspecten van deze adviezen die zijn zo talrijk dat het nauwelijks mogelijk is om een compleet overzicht te geven. Ik kom bij het eerste, de ernst en de omvang van de ziektelast. Zijn dit zaken die ook wel in de bodemdagvaring? Nee, want het is het verweer ook, hè? Het is verweer opgevoerd. Dus ik zal er toch op moeten... Ja, maar ik vroeg me gewoon af of wat u nu gaat zeggen, datgene is wat ook in de bodemdagvaring... Gedeeltelijk wel, maar wel een reactie op natuurlijk de conclusie van antwoord. En ik denk dat... Ik lijkt me ook heel erg belang, want ik begrijp dat men de productie niet gelezen heeft. Dus dan hoort men in ieder geval wat erin staat. Ik kan er misschien dan nog op reageren straks. Dat is heel verantwoordelijkheid. Daar ben ik niet van. De opname van een vaccin in een publiek programma is alleen maar als het geen twijfel is dat de infectieziekte ernstig is voor het individu en een omvangrijke groep. En de dagvaring heeft dat uitgebreid onderbouwd dat aan die voorwaarden niet is voldaan. Ik kan hier niet 94 pagina's herhalen, dat lijkt mij niet nuttig inderdaad. En dat doe ik dus ook niet. Maar die ziektegevallen die zijn gebaseerd op PCR-testen. Dat zijn geen ziektegevallen. En dat is in meerdere procedures vastgesteld. Even voor de duidelijkheid, vooruitlopend of wat men daarop gaat zeggen. De eis was een positieve PCR-test plus een symptoom. Dat was destijds de eis. Maar dat kan dus ook een loopneus zijn. Dat is dan, dat noem ik niet ziek als iemand alleen een loopneus heeft. Goed, vervolgens stellen gedaagden dat het vooral gaat om aantallen ziekenhuis- en IC-opnames en sterfgevallen. Zo zou de aanzienlijke ziektelast moeten blijken uit 13.000 COVID-19 gevallen in de ziekenhuizen en 3.400 op de IC. Maar hier zijn twee dingen op te zeggen. Ten eerste hebben we het hier over 0,33% van het totaal van de ziekenhuisopnames. En 3% van de jaarlijkse IC-opnames. Daarbij blijkt dat een aanzienlijk deel van de opnames patiënten betreft die voor andere aandoeningen waren opgenomen. En ten tweede is door de RIVM een inschatting gemaakt van het totale aantal nog mogelijke opnames op basis van de mensen die nog niet immuun zouden zijn.
Dat zal in augustus was er op 1,8 miljoen geschat. Ik weet niet hoeveel er meer bij zijn gekomen. In ieder geval zegt meneer Van Dissel in zijn presentatie aan de Tweede Kamer dat er nog maximaal te verwachten zijn 16.000 tot 22.000 ziekenhuisopnames en 2.200 tot 3.400 IC-opnames. Dat betekent dat COVID-19-patiënten over een jaar gezien maximaal 1% van de ziekenhuiscapaciteit en 3% van de IC-capaciteit voor een rekening gaan nemen. Ik heb even de slides nog even erin geplakt. Daar kunt u ook zien dat in 2020 het laagste aantal IC-opnames geweest zijn in jaren. Dus dat hele catastrofale, mensonterende beleid is bedoeld om 1% van de ziekenhuisopnames te voorkomen. En daarvoor moeten 17,5 miljoen gezonde mensen met een experimentele gentherapie geïnjecteerd worden. Dit is geen wetenschappelijke discussie, dit is een misdaad. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Ook uit de overige data blijkt niets van een dodelijke pandemie. Zo verkeert het aantal zieken sinds april onder de epidemische grens. Ook even een grafiekje er nog ingeplakt. En ook uit de overige data blijkt niet van een pandemische ziekte die om zich heen slaat. Het sterftecijfer van 2020 is niets bijzonders te zien. Deze laten namelijk al jarenlang een stijging zien. In 2020 stierven we 8,9 mensen per 1000 inwoners. In 2019 was dat 8,8 en het jaar daarvoor was dat 8,7 en het jaar daarvoor was het 8,6. Dus het is één mooie strakke lijn naar boven. In de cijfers is geen pandemie te zien. Ik wil dat echt, ik kan dat niet genoeg benadrukken, want ik word af en toe wanhopig dat men gewoon alle feiten negeert en ook niet wil beoordelen. Dus waar is de pandemie? Een pandemie zonder talrijke zieken en doden is geen pandemie. Dat is net als de Mexicaanse griep, een milde griep die op valse gronden tot een pandemie werd gepromoveerd. En de kans om ernstig ziek te worden is statistisch zeer klein. De kans om op de IC te belanden is, als je de hele bevolking bekijkt, 1 op 5000. En voor mensen zonder vooraandoeningen en een normaal functionerend immuunsysteem is die kans vele malen kleiner. Dan zit je 1 op de 10.000. Want hoe hoger de leeftijd, hoe groter de kans om op de IC te belanden. En maar dat is natuurlijk met alle aandoeningen zo. Als je ouder wordt, word je nou eenmaal wat doorgaans, wat zwakker. Dan komen we bij de werkzaamheid. Hè. Het moet bewezen werkzaam zijn. Dat is een eis. Van bladzijde 32 tot 43 van de bodemdagvaarding is dat aangetoond dat de immunotherapieën nauwelijks of geen aangetoonde werking hebben. En men beperkt zich in het verweer van de conclusie dat er onderzoek gedaan is waar het blijkt dat de immunotherapieën ernstige ziekte- en sterfgevallen voorkomen. Maar dat is een conclusie die konden die commissieleden helemaal niet trekken. Waarom niet? De onderzoeken van de producenten zijn namelijk uitsluitend gericht op het voorkomen van verkoudheidsklachten. Er werd geen onderzoek gedaan naar de vraag of deze ook ziekenhuisopnames of sterfgevallen kunnen voorkomen. En even buiten de pleitnota, als we het hebben over deskundigen die op stand van de wetenschap moeten adviseren, horen ze uit te gaan van de conclusies van onderzoeken en niet zelf te gaan freewheelen over dingen die allemaal zouden kunnen. Zoals de directeur van Moderna in een interview bevestigde, kan dat niet eens onderzocht worden omdat het aantal ziekenhuisopnames eenvoudigweg te zeldzaam zijn. Er kan evenmin groepimmuniteit bereikt worden. Ook dit is een eis voor de werkzaamheid. En in de bodemdagvaarding is ook onderbouwd dat uit de onderzoeken een werkzaamheid naar voren komt van minder dan 1%. Om één geval van verkoudheidsklachten te voorkomen, want daar gaat het over, niet over ziekte, verkoudheidsklachten, moet bijvoorbeeld met Pfizer 217 personen behandeld worden. En dat is op basis van de officiële onderzoeksgegevens. In de praktijk blijkt dat maar 1 op de 6 of 1 op de 700 te zijn. Of als dan. Maar de geclaimde werkzaamheid van 60 tot 95% zijn relatieve cijfers. Dat is volstrekte nonsens. Want in werkelijkheid is de kans om ziek te worden volgens deze onderzoeken, als je die spuit gehad hebt, heb je een 1% of nog kleiner een kans om niet ziek te worden ten opzichte van mensen zonder injectie. Laten we dit even op ons inwerken. Daarvoor zitten we miljoenen mensen in te spuiten, zodat ze
rond de 1% minder kans hebben. Dan, het tegengaan van de transmissie. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de werkzaamheid, omdat de mate waarin een vaccin de transmissie tegengaat. En dat is niet alleen belangrijk omdat adviezen voor de verschillende bevolkingsgroepen grotendeels gebaseerd zijn op de veronderstelling dat het virus niet meer overgedragen wordt. Sterker, die hele QR-samenleving is gebaseerd op deze eigenschap. En weigeraars van dit medische experiment die worden als asociaal aangemerkt. Want we moeten ons immers laten injecteren om oma te beschermen. En we moeten het voor de samenleving doen. Bij kinderen is dit zelfs het enige argument. Het land wordt gesloopt op basis van dit soort leugens die wij miljoenen keren tot ons krijgen iedere dag. En met medewerking van de rechtspraak, die een QR-samenleving een gerechtvaardigde en proportionele maatregel vond. Mis ik nou een pagina? Nee, klopt niet wel. Goed, op pagina 40 tot 44 van de bodemdagvaarding is beschreven dat de immunotherapieën geen verspreiding tegengaan. En daar ook niet voor toegelaten werden. Dat is ook een hele belangrijke. Er zijn geen bewijzen voor en in de praktijk lijkt zelfs het tegenovergestelde het geval. De immunotherapieën zijn alleen toegelaten met de therapeutische indicatie tot actieve immunisatie. Dat staat even fout. De voorwaardelijke goedkeuring stelt de eis dat de middel alleen voor dit doel gebruikt wordt. Ik heb het even ingekopieerd. Daar staat heel duidelijk, mogen alleen voor dit doel gebruikt worden. En dat laat zien hoe dit beleid gebaseerd is op leugens. Alle terreur die uitgeoefend wordt op weigeraars. De hele uitsluiting, de ontneming van fundamentele mensenrechten en vrijheden. Het is gebaseerd op leugens. Niemand mag geïnjecteerd worden met het doel om anderen te beschermen. Deze beperking is in de vergunning aangebracht. Waarom? Omdat de middelen deze eigenschappen niet hebben en daar ook geen onderzoek naar gedaan is. En dan het ethische en juridische advies. Dat is gebaseerd op strijdig met de vergunningsvoorwaarden, want dat gaat uit dat het verspreiding tegenhoudt. En alleen al om deze reden dient dat ook teruggetrokken te worden. Miljoenen mensen zijn dus geïnjecteerd zonder dat er sprake is van enige gezondheidswinst, nog voor het individu, nog voor de samenleving. Evenmin dragen ze bij aan een beperking van de verspreiding. Ook houden de middelen geen asymptomatische infecties tegen. Alleen een kleine groep zou je kunnen overwegen, maar dan nog, dat is alleen maar een theoretische exercitie, want dan zou je toch moeten kijken of ze echt dat doen. Maar bij groepen zwakkeren, daar zou je het alleen maar kunnen overwegen en daar had de gezondheidsraad zich ook toe moeten beperken. Dat niet wil zeggen dat dan het advies positief had moeten zijn. Dat wil ik wel even benadrukken. Gedaagden brengen als verweer nog naar voren dat zelfs als de immunotherapieën de transmissie niet zouden verminderen, dan volgt daar nog niet uit dat de commissie niet mocht adviseren de vaccins op te nemen in het programma. De strategie zal bovendien alleen maar beperkt zijn tot het verminderen van ernstige ziekte en sterfte. Maar dat is feitelijk onjuist, want de adviezen gaan voor een groot deel uit van vermindering van de verspreiding. Je doet het immers voor een ander, hoor wel een jaar lang miljoenen keren per dag. Daarbij heb ik zojuist vastgesteld dat de middelen evenmin onderzocht zijn op het verminderen van ziekte en sterfte. Maakt ook geen deel uit van het onderzoek. Dus, conclusie, de commissieleden konden onmogelijk oordelen dat er sprake was van bewezen werkzaamheid. Is geen battle of science, is gewoon een droge constatering op basis van keiharde feiten. Dan komen we bij de veiligheid, een heel belangrijk onderwerp. De problemen met de veiligheid die zijn zo ongelooflijk groot dat deze nauwelijks te beschrijven zijn. En gedaagden voeren geen verweer op dit punt, behalve dat men zegt. Het is onderzocht en het zal wel goed zijn. Maar dit heb ik beschreven op pagina 44 tot 75. Meer dan 30 pagina's zonder dat gedaagden hier iets op te zeggen hebben. Het gaat om de volgende punten. Ik zal even heel kort opnoemen. De voorwaarden van de verordening EG 507-2006 is niet van. Ik wil wijzen dat u inmiddels 35 minuten aan het woord bent. Oké, we zijn zelf 45. We zitten. Heeft u nog 10 minuten voor de rest? Nou, dat ga ik niet redden. Dus kunt u misschien dingen die in de dagvaarding staan toch wat korter gaan samenvatten? Want ik heb er echt kennis van genomen. Oké, maar ik vind het wel belangrijk ook voor de wederpartij om dat goed te horen. Ja, maar je hebt zelf gezegd, ik wil wel graag inhouden. Ik ga door, ik... Hij is nu een half uur aan. Wat zegt u? Hij is nu een half uur aan. Oh, dan...
11:15 heb ik opgeschreven toen ik begon. Ah, ik hou weer twee. Het gaat hier om experimentele immunotherapieën die niet eerder gebruikt zijn met nieuwe technieken. Er werden voorgeschreven preklinische onderzoeken werden overgeslagen. De voorgeschreven onderzoeken van wat betreft genetisch gemanipuleerde organismen werden overgeslagen. En de producenten benadrukken in de leveringsovereenkomsten dat ze geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hun producten, omdat ze haastig ontwikkeld zijn, niet weten of het werkt en ook niet weten wat de neveneffecten op de lange termijn zijn. Zij kregen een volledige vrijwaring voor welke effecten dan ook. En in het verweer stellen gedachten dat ze niet begrijpen wat bedoeld wordt met de begrippen immuno- en gentherapie. En waarom deze als experimenteel moeten worden beschouwd. Maar dat vind ik echt verbazendwekkend. Dat deze commissie, uit ze zeggen dat ze deskundig zijn, kennelijk positieve adviezen schrijven en niet op de hoogte zijn dat de middelen feitelijk geen vaccins maar gentherapie zijn. En ook nog in de experimentele fase bevinden. Alleen al deze ontkenning door gedaagden is voldoende om de adviezen onmiddellijk terug te trekken. Wijs even naar Peter Doshi, de vaccin-expert van het British Medical Journal. Die zegt heel duidelijk, het zijn niet goedgekeurde experimentele middelen. Dan wijs ik ook nog even op de richtlijn 2001-83-EC. Daar staat ook een geneesmiddel dat nog getest wordt. Of gebruikt wordt als referentie, inclusief of het als placebo gebruikt wordt in een clinical trial, dat noem je een experimenteel geneesmiddel. En zoals gedaagden zelf zeggen, lopen de klinische onderzoeken nog, en ook in kort geding in mei is dat door de advocaat van de wederpartij bevestigd dat ze nog in fase 3 bevinden. Dan nog een artikeltje van de FDA. En daar staat, en heb ik mijn bril niet hier, maar een investigational drug. Kun je het even voorlezen? Yeah. An investigational drug can also be called an experimental drug and is being studied to see if your disease or medical condition improves while taking it. Goed, lijkt me heel duidelijk. Er kan dus geen twijfel bestaan over het feit dat deze middelen experimenteel zijn. Er bestaat ook geen discussie over dat gentherapie is. De producenten bevestigen dat zelf. De dagvaarding heb ik dit punt ook heel uitgebreid gedocumenteerd. En ik beperk me dan ook met een verwijzing naar het kwartaalrapport van Pfizer, waarin zij gewoon zeggen het is gentherapie. Dus deze middelen zijn op zoveel vlakken experimenteel. En de emergency authorization en fast track validation is eigenlijk bedoeld voor mock-up vaccins, dat betekent vaccins die eigenlijk precies hetzelfde zijn, alleen maar een kleine verandering in gemaakt wordt. Ze zijn nooit bedoeld om gewoon hele nieuwe technieken te gaan uitproberen op de bevolking. Dat is onethisch en ook nog nooit gedaan. Wij verwijzen naar de middelen dan ook als immunotherapie. En dat is dus de term van de producent zelf, want die maken er geen geheim van dat het geen vaccin is. Maar, en dit is heel belangrijk, dus ik hoop dat de wederpartij ook goed luistert, afgelopen week is er nog een dringend veiligheidsprobleem bijgekomen. De British Medical Journal publiceerde op 2 november een artikel, die is als productie bijgevoegd. Ik weet even niet welk nummer. Dat het naam zo'n stuk, een van de laatste producties. Ja. Die publiceerde op basis van 3 verklaringen van medewerkers van een onderneming die klinische onderzoeken uitvoert voor Pfizer. Er zijn enorme problemen en er is datafraude geconstateerd. Nou, ik had eigenlijk die producties over van de college beoordeling geneesmiddelen hadden we eigenlijk allemaal ingediend, omdat daarin ook een heel aantal van dit soort vermoedens stonden. Maar ik beperk me nu tot dit artikel, want hier staan alle problemen op een rij. En daar kan geen twijfel op bestaan dat dit dramatische gevolgen moet hebben voor deze middelen. Ten eerste is het vervalste onderzoeksdata. Ongeblindeerde patiënten en onderzoeksleiders. Personeel dat kwalitatieve controle wisten niet meer waar te beginnen met het aanpakken van de problemen. De FDA was geïnformeerd en deed niets. De klokkenluider is gelijk ontslagen.
Personeel dat waarschuwt op deze gebreken werd geïntimideerd. Er werd gewaarschuwd voor poor laboratory management. FDA-inspecties waren zorgwekkend van kwaliteit en intensiteit en bijwerkingen werden niet tijdig gemeld en opgevolgd. Afwijkingen van het onderzoeksprotocol werden niet gerapporteerd. Vaccins werden niet op de juiste temperatuur opgeslagen en de FDA die kreeg het hele rapport met die tekortkomingen, maar keurde een dag later het vaccin goed. En 477 proefpersonen met verdenking op COVID werden niet getest. Ongelooflijk. En deze constateringen passen bij de zorgen die al bestonden bij de medewerkers van het CBG, waar ik naar wilde verwijzen. Ik wilde daar eigenlijk uitgebreid op ingaan, maar goed, de tijd laat dat niet toe. Alleen al deze problemen in de trials zijn voldoende voor een onmiddellijke opschorting. Dan, de kernvraag is de volgende. De commissieleden wisten dat talrijke onderzoeken niet gedaan waren. Ze wisten dat het experimentele middelen zijn en dat de bijwerkingen op de lange termijn niet bekend zijn en dat het gentherapie is. Tegelijkertijd durven de producenten geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden omdat de middelen haastig ontwikkeld en experimenteel zijn. De producenten vinden de middelen dus niet veilig genoeg. Ook dat wisten zij. Dus hoe kon dan de commissie een wetenschappelijk oordelen dat zij het wel veilig genoeg vinden? Dat kan dus onmogelijk. De commissie beoordeelde in haar adviezen dat immunotherapieën als aanvaardbaar. En dat betekent dat de gezondheidswinst opweegt tegen de nadelen. Maar ook hier, niets is minder waar. De immunotherapieën zijn een ramp voor de volksgezondheid en dat is beschreven op pagina 67 tot 77. Ik wijs nog even op de piramide van Dissel, waar het blijkt dus dat echt bijna 1,25 tot 1,75 van de personen die geïnfecteerd worden, die belanden uiteindelijk in het ziekenhuis. Maar dat betekent in de praktijk 99,9965 belanden niet in het ziekenhuis, want het gaat hier alleen over mensen die geïnfecteerd zijn. Dan kijken we nog even naar de overlijdens. Afgelopen 18 maanden 200 overlijdens. Dat betekent dat een vaccinatie voor meer dan 99% van de bevolking uitsluitend als aanvaardbaar beoordeeld mag worden, kan worden indien het risico op bijwerkingen aanzienlijk lager is dan het risico op schade. Zo overleeft 99,995 van de kinderen positieve SARS-CoV-2 test hadden. Die wel overlijden hadden al aandoeningen. Overlijden eenvoudigweg geen kinderen. Er is één gemeld geval in heel Nederland in de afgelopen 18 maanden. De anderen hadden andere aandoeningen. De immunotherapie mogen daarmee voor mensen onder de 70 dus geen bijwerkingen hebben. En dat is niet het geval. Er is nog nooit een preventief geneesmiddel op de markt gebracht dat zoveel bijwerkingen heeft als deze. Bij het LAREP zijn 161.500 meldingen met 800.000 bijwerkingen binnengekomen. Dat is meer dan alle meldingen uit de geschiedenis, wat betreft vaccins. En 3602 zijn daarvan ernstig. En een bijwerking is ernstig als het geleid heeft tot ziekenhuisopname, levensbedreiging was of overlijden. Ook blijvende individuele invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen ernstig. Dan zijn er 545 meldingen van overlijdens inmiddels. Na het toedienen van de injecties. 273 daarvan onder de 80 jaar. Dat is de stand van vanmorgen. Ik heb dat nog even nagekeken. Dit zijn mensen die normaal gesproken een verwaarloosbare kans hadden om COVID te krijgen. En dan zijn er 13 mensen tussen de 20 en de 40 overleden. Dit zijn 13 mensen die nul kans hadden om te overlijden aan COVID. 13 mensen. En in de dagvaarding is een onderzoek beschreven die op basis van de LAREP-cijfers tot de conclusie komt dat er 700 gerapporteerde bijwerkingen zijn per 100.000 geïnjecteerde personen, waarvan 16 ernstig. Aantal overlijdens 4,1 per 100.000. Let op, dit zijn de officiële cijfers, daar kijken we niet naar de dark number. De conclusie op basis van dit onderzoek is 2 mensenlevens worden opgeofferd om er 3 te verlengen en niet te redden, want het gaat de mensen die hier van sterven zijn mensen die, ik word een beetje zenuwachtig als u alleen maar naar de klok kijkt. Begrijp ik, maar we hadden 45 minuten. Jawel, maar ik heb lang de advocaat.
Heb ik niet goed op de klok gekeken? Nou, die krijg ik nu, die weet ik u wel geen part. Nou, ik wil het graag even afmaken. Ja, dat anders... begrijp ik wel, maar het is een kort geding, meneer. Het is niet een boom. Ja, maar een kort geding betekent niet dat het de spreektijd kort is. Een kort geding betekent dat er haast is en een hele belangrijke zaak. Dat is een kort geding voor mij. En dit is een hele belangrijke zaak. En die tijd dat ik nu hier verspil, zal ik deze bladzijde ook al afmaken. Maar die ga ik u niet in mindering op uw spreektijd brengen. Nou, laten we dan gewoon niet meer even op de klok kijken. Ik moet nog, wat is het, 9 pagina's. Ik wil het even afmaken. Ja, dat begrijp en dan... ik, maar ik vraag u toch om dingen die al naar voren zijn. Ik probeer, ik zal kijken, als ik overbodige opmerkingen haal, dan zal ik graag laten. Maar ik wil wel verder gewoon mijn verhaal afmaken. Dat is echt uit de tijd. Ja. Goed. Als we dit vergelijken met de meldingen die het LAREP ontvangt van de griepprik... Op de vaccinatiecampagne tegen influenza in het seizoen 2019 volgden op 3 miljoen prikken 749 meldingen, waarvan 3 doden en 6 ziekenhuisopnames. Als we de gevolgen van 24,9 miljoen injecties terugrekenen, dan levert dit een rampzalig beeld op. Aantal meldingen bijwerkingen 96 keer zo hoog. Elke gemelde dode na een griepprik, griepprik overmelden dat 22 na een COVID-injectie. Meer dan 72 keer zoveel personen belanden in het ziekenhuis. 72 keer. En daarbovenop moeten we beseffen dat de bijwerkingen van de influenza uitsluitend voordoen bij een groep die daadwerkelijk ernstig risico loopt. De COVID-19-immunotherapieën maken slachtoffers onder gezonde mensen. En dat is alleen maar de gevolgen op de korte termijn. En dan hebben we natuurlijk de lange termijnsgevolgen waar bijvoorbeeld Groot-Brittannië al 3,2 miljard Britse pond heeft geïnvesteerd in bloedverdunners voor al die mensen die tromboses krijgen. En meer dan, dan kijken we even naar de jongeren, meer dan 25% kan naar de tweede prik haar dagelijkse activiteiten niet nagaan. En na de eerste prik ligt dat dan wat lager. Maar dat betekent bij elkaar een enorme uitval. En dit, alleen al dit is een ziektelast van de injecties die vele malen groter is dan de gevolgen voor COVID. Knettergek, dat is het enige wat ik daarover kan zeggen, wat we hier aan het doen zijn. En hoe denken de leden van de commissie dan bijvoorbeeld het aantal ziekenhuizen en overlijdens bij jongeren te verminderen? Hoe verwacht je dat het aantal opnames lager wordt dan 1 op de 23.000? En het aantal doden? Moet dat naar nul? We hebben nu 1 en we gaan dat naar nul. En moet in plaats van 50 ziekenhuisopnames hebben we zometeen 1000 myocarditisopnames. Het is knettergek. En in tegenstelling tot het bagatelliseren zijn de gevolgen van myocarditis allerminst onschuldig. En hoe verhoudt zich dat tot de onbekende risico's? De commissieleden zeggen daar niets over. Dit was de plaats geweest om dit toe te lichten en de berekeningen te laten zien. Wij hebben niets gezien, het is alleen maar, wij zijn deskundig en wij weten waar we mee bezig zijn. Dat is het enige verweer wat hier gevoerd wordt. En dan moet men ook nog die prikken voor de mentale gezondheid, want dan kunnen ze weer gewoon naar school. Terwijl, we hadden natuurlijk nooit hun rechten weg mogen nemen, want zij worden niet geraakt door de zieken. Dus hoe komen de gedachten erbij dat de balans positief is? Het schiet aardig op, dus we komen naar het einde toe. Dan ethische en juridische afwegingen. Dit is een blauwdruk voor de samenleving waar weigeraars onder druk worden gezet door hen grotendeels van maatschappelijke deelname uit te sluiten. De Gezondheidsraad rechtvaardigt dat met advies dat de bevolking onder druk gezet wordt om een experimenteel geneesmiddel te nemen, terwijl vaststaat dat dit voor de meerderheid geen gezondheidswinst oplevert. Het is eenvoudigweg een ongecontroleerd medisch experiment op de bevolking. Gedachten stellen wel dat het advies alleen de grenzen bepaalt waarin de overheid zich dient te houden bij het stimuleren van vaccinatie voor de inzet van vaccinatiebewijs. De vaste commissie maakt hierbij een onderscheid tussen drang en dwang. Ook daar, bij medische behandelingen, is drang net zo min toelaatbaar als dwang. Voorwaarde van informed consent. En bij experimentele middelen is er natuurlijk al helemaal geen ruimte voor wat voor druk dan ook. En dat staat in schril contrast tegen de leugens die de staat en ook andere gedaagden over deze immunotherapieën verspreiden. Zij stellen gezonde mensen bloot aan potentieel ernstige gezondheidsschade of risico op overlijden. Daar komt nog bij dat er geen therapeutische indicatie is om deze middelen in te zetten om de verspreiding tegen te gaan. De Gezondheidsraad overschreed een duidelijke rode lijn
met de vaccinatiebewijzen als uitruil voor fundamentele vrijheden. Die hebben geen plaats in een democratische rechtsstaat. Een samenleving waarin het uitoefenen van fundamentele rechten afhankelijk wordt gesteld van voorwaarden, is geen vrije samenleving. Dan, bevoegdheid van het CBG. De vraag is hier niet of het CBG had moeten ingrijpen, maar waarom dat tot nu toe niet gebeurde. Eist het voordeel dan ook dat CBG haar wettelijke opgedragen taak behoorlijk uitvoert en onmiddellijk overgaat tot het bewerkstelligen van een opschorting. Gedaagden verweren zich nog met de stelling dat niet duidelijk is welke bevoegdheid het CBG gebruikt om de marktvergunningen op te schorten. Dat is echter niet aan eisers of aan de rechters. Als er kennelijk een geneesmiddel op de markt is dat een gevaar vormt voor de volksgezondheid, dan moet het eenvoudigweg van de markt gehaald worden. Ik hoop dat we het daar hier over eens zijn. En dat is de taak en de plicht van het CBG. Onder kantlijn nummer 8.8 geven gedaagden uiteindelijk wel toe dat er wel een bevoegdheid is, namelijk de Unie-spoedprocedure. Maar deze zou alleen aan de orde zijn als dringend optreden noodzakelijk geacht wordt op grond van de beoordeling van de gegevens van de geneesmiddelbewakingswerkzaamheden. En van deze situatie zou hier geen sprake zijn. Nou ja, als we deze situatie vergelijken met het schandaal rondom de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep. Na 3 maanden waren er 3.800 bijwerkingen gemeld, waarvan 1138 ernstig en 47 fataal. Wereldwijd. En toen zijn 73 miljoen mensen gevaccineerd. Dat zijn in verhouding meer dan 3 keer zoveel meldingen van ernstige bijwerking en 53 keer zoveel overlijdens, en daar hebben we het nu over, dan Pandemrix. En achteraf werd Pandemrix als zeer risicovol beoordeeld. De kans op bijwerkingen was 5 keer zo groot dan andere vaccins. Ik mis in het verweer een verklaring waarom de vaccinatiecampagne met Pandemrix na wereldwijd 48 doden gestopt werd, maar het CBG nu stilzit met tienduizenden doden wereldwijd. Voor elke dode Pandemrix hebben 58 doden van COVID-19 spuit. Hoe bestaat het dat het CBG geen noodzaak ziet tot ingrijpen? Maar het wordt erger. Wie naar de website gaat, ziet gewoon propaganda en een bagatellisering van de bijwerking. De middelen zouden volgens de informatie op de website volkomen veilig en goedgekeurd zijn. We zien hier een systeem wat volkomen faalt. Een systeem dat door en door verrot is en inmiddels decomposteert. Dan nog een laatste opmerking, dan zijn we geloof ik echt bijna. Ja, het schiet op. Ik wil dan ook afsluiten met het volgende. Onder kantlijn nummer 2.3 maak ik vandaag een opmerking over mijn toespraak van 24 april 2021 op een demonstratie in Aken. Waarin ik zeg dat iedereen die meewerkt aan de uitvoering van coronabeleid zich schuldig maakt aan misdrijven tegen de menselijkheid. Waaronder ambtenaren die bevelen uitvoeren, verpleegsters die werken met criminele protocollen en artsen die ongeteste vaccins toedienen. Ik ben blij dat gedaagden mijn toespraken volgen, maar ik zou het jammer vinden als men denkt dat ik mensen zomaar beschuldig. Dat doe ik namelijk niet, daarom geef ik even een korte toelichting. Ik wijs even op artikel 7 van het Statuut van Rome, paragraaf 1, in zaken het internationale strafhof. Dat definieert een misdrijf tegen de menselijkheid elk van de in het artikel genoemde handelingen wanneer zij worden gepleegd in het kader van een wijdverspreide of systematische aanval gericht tegen de burgerbevolking met kennis van de aanval. Nou, als we dan kijken naar paragraaf 1 sub H, dan is dat een van deze handelingen. Vervolging van een identificeerbare groep of collectiviteit op politieke, raciale, noem maar op, of andere gronden die algemeen worden erkend als ontoelaatbaar onder het internationaal recht. En vervolging betekent het opzettelijk en ernstige ontneming van grondrechten die in strijd is met het internationale recht op grond van de identiteit van de groep of collectiviteit. Nou, ik hoef niet toe te lichten, mijn rechten zijn grotendeels weggenomen en het einde is nog lang niet in zicht, want we krijgen weer een nieuwe persconferentie. Mag ik waarschijnlijk nog veel meer niet. Dan blijft de vraag of we hier te maken hebben met een aanval op de burgerbevolking. En daarvoor kijken we even naar de uitleg van de Commissie voor Internationaal Recht van de Verenigde Naties uit 2019. Daar staat in het rapport het voorkomen en bestraffen van misdrijven tegen de menselijkheid. Mooie timing, 2019 overigens. Hierin is toegelicht wat bedoeld wordt met een aanval op de bevolking. Een aanval kan ook geweldloos van aard zijn. Zoals het opleggen van een systeem van apartheid of druk uitoefenen op de bevolking om een bepaalde manier te handelen.
één op één wat hier gebeurt. En dan hebben we ook nog de gedwongen deelname aan een massaal medisch experiment onder invloed van misinformatie, bedrog, misleiding, onaanvaardbare druk door propaganda, haatzaaien tegen ongevaccineerden en het wegnemen van fundamentele mensenrechten. Dat is op zichzelf een misdrijf tegen de menselijkheid. Ik wijs naar artikel 7 BUPO en daar staat heel duidelijk: niemand mag onderworpen worden aan een onvrijwillige medische experimentatie. En de hele bevolking al helemaal niet. Want elke medische behandeling is informed consent vereist. De Gezondheidsraad heeft als belangrijkste adviesorgaan de taak deze beginselen zorgvuldig te bewaken. En niet alleen de leden van de Gezondheidsraad maken zich hiermee schuldig aan misdrijven tegen de menselijkheid. Ook bijvoorbeeld rechters die dit soort misdadig beleid legitimeren en faciliteren, die zullen op een dag mogelijk aan vervolging voor deze misdrijven rekening moeten houden. Dat zijn rechters die bijvoorbeeld systematisch wegnemen van fundamentele mensenrechten en vrijheden goedkeuren in de rechtszaken die over coronamaatregelen gevoerd werden. Maar ook bijvoorbeeld de procedure tegen de massale propaganda en leugens, waarvan de rechters oordelen dat dit allemaal prima in orde is wat er staat doet. En dan hebben we natuurlijk het vonnis van afgelopen maand, waarbij het invoeren van een QR-code als voorwaarde voor het uitoefenen van fundamentele vrijheden door de rechter als een prima idee werd beoordeeld. Met deze uitspraak is de deur wagenwijd opengezet om gevaccineerden van het maatschappelijke leven uit te sluiten. Zij kunnen niet meer reizen, geen winkels meer betreden, geen horeca, geen sportschool, niet op een terras zitten, niet naar school en niet studeren. En het einde is niet in zicht. En ongetwijfeld komt het zover dat wij als ongevaccineerden van elk vrijheidsrecht ontdaan geworden en niet meer naar buiten kunnen. En dit allemaal om mensen onder druk te zetten voor een riskant medisch experiment. En dat bedoel ik dus met die uitspraken tijdens de demonstratie in Aken. Maar op dit moment hoeft niemand te vrezen voor vervolging. Het systeem is namelijk zo verrot en corrupt dat daarvan geen sprake zal zijn. Dat wordt eerst mogelijk als het huidige regime valt. En dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Misschien niet nu, misschien niet volgend jaar, maar die gaat komen. En dan staat op deze misdrijven staat gevangenisstraf tot 30 jaar. Kom ik bij mijn conclusie. Er kan geen discussie bestaan over dat de injectiecampagne tegen COVID-19 vandaag nog geschorst moet worden. We kunnen alleen maar geschokt zijn over de omvang van de onrechtmatigheid wat hier gebeurt. Het is onethisch, immoreel en crimineel. En elke dag dat mensen geïnjecteerd worden, stijgt het aantal slachtoffers. En als de producenten weigeren om het financiële risico te nemen voor hun producten, omdat deze haastig ontwikkeld zijn, experimenteel zijn en de bijwerkingen onbekend zijn, en elke aanspraak werd uitsluiten, hoe kunnen gedaagden dan de Nederlandse bevolking dwingen om dit risico niet met geld, maar met hun gezondheid te nemen en hun leven? Ik wil u dan ook verzoeken zometeen direct uitspraken te doen. Gedaagden hebben geen verweer gevoerd, zodat de vorderingen voor toewijzing gereed liggen. Als rechter ligt op u de plicht deze situatie te beëindigen. En ten overvloede wijs ik erop dat alle schade die hierna komen, en u bent toch van plan om het af te wijzen, die komen voor uw kont. Dat wou ik hierbij laten. Dank u. Dank voor uw geduld. Wij hebben iets afgesproken. Mevrouw, wilt u naast hetgeen meneer Pols naar voren hebt gebracht ook nog iets zelf namens uw eigen achterban naar voren te brengen, of sluit u zich er volledig bij aan? Nou, als u nog even 7 minuten zou hebben, dan wil ik eventjes maar heel kort wat zeggen. Het is geen enkele herhaling van wat meneer Pols heeft gezegd, dus dan neem ik hetgeen wat hij heeft gezegd, dat geldt dan niet voor u, dan voert u uw eigen geweer. Nee, wat meneer Pols uw eigen, heeft gezegd. Dan onderbouwt u nader wat uw eigen standpunt is. Ik geef nog een vanuit de NVKP een... Jawel, maar meneer Pols sprak toch voor u, ook voor u, begrijp ik nu? Sprak ook voor de NVKP. Nou, ik wil alleen een kleine... 5 minuutjes, als u het snel voorleest, lukt dat vast. Denk ik ook. Ja. Heeft u het ook op schrift voor de rivier? Ja. Ja,
Edelachtbare. Via u, mevrouw de rechter, wil ik het volgende meegeven aan de leden van de tijdelijke commissie Medische aspecten van COVID-19 van de Gezondheidsraad en het college ter beoordeling van geneesmiddelen. De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, opgericht in 1994, vertegenwoordigt ouders en iedereen met zorgen over het welzijn van mens en speciaal van kinderen binnen het thema vaccineren. Elk commissielid is ook zelf, als mens, de vader, moeder, zoon, dochter, grootvader, grootmoeder, buurman en buurvrouw van hun medemens. Wat vertellen zij hun buurman die na een experimentele injectie een hart- en herseninfarct of hartaanval heeft gekregen? Hoe reageren zij naar een klasgenoot van hun zoon of dochter die een ontsteking van de hartspier heeft gekregen? En wat is de reactie na een geval van overlijden? Het kind, de buurman, heeft de injectie genomen op het dringende advies van de leden van de tijdelijke commissie. Hun adviezen zouden in het belang van de volksgezondheid moeten zijn. De commissieleden hebben hun plicht als onafhankelijk adviesorgaan van de overheid verzaakt en het vertrouwen van velen in de overheid geschaad door essentiële informatie te verzwijgen. Dit zorgt voor veel onrust en voor het zelf op zoek moeten gaan naar de waarheid. Terwijl deze commissie hiervoor is ingesteld en de leden hierin vrijwillig zitting hebben genomen. Zij waren op de hoogte van de voorwaardelijke toelating door het EMA vanwege de testfase tot eind december 2022, 2023 en van AstraZeneca zelfs tot begin 2024. Zij weten wat de betekenis is van deze experimentele gentherapie, dat er geen medisch en wetenschappelijk bewijs van veiligheid en effectiviteit is. En toch zwijgen zij als de minister de bevolking onvolledig en eenzijdig inlicht, mede naar hun advies. Zij zwijgen als de media, CBG, RIVM en Tweede Kamerleden het hebben over goedkeuring en over het veilig zijn van de experimentele immunotherapieën, die geheel ten onrechte vaccins worden genoemd. De bijsluiters van de injecties vermelden elk een voorwaardelijke vergunning en de leden noemen het ten onrechte goedkeuring. De leden zwijgen niet alleen, maar dringen zelfs aan. Vanwege het experimentele en voorwaardelijke karakter van deze injecties zijn twee zaken van essentieel belang: het volledig informeren over het experimentele karakter van de gentherapie en het monitoren van bijwerkingen. Belangrijk om de korte en lange termijn effecten te kunnen leren kennen. Elke bijwerking, groot of klein, zou dan ook gemeld moeten worden. De huidige vrijblijvendheid werkt onder rapportage in de hand. Het melden van bijwerkingen is voor de NVKP bij alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma een punt van zorg. Ouders ervaren ook bij die vaccinaties reacties bij hun kind waar zij van tevoren niet voor waren gewaarschuwd. Jaarlijks worden het over het RVP gemiddeld 4.000 en 5.000 vermoede bijwerkingen gemeld, waaronder 100 levensbedreigend en 3 à 5 overlijdens. Een ontkenning door artsen van een mogelijke connectie met de ervoor gegeven vaccinatie doet het vertrouwen in de medische sector geen goed. Wij vragen al 27 jaar aandacht voor het herkennen en erkennen van vaccinatieschade. Ook voor het volledig en juist informeren volgens het principe van informed consent. Ouders moeten weten dat vaccineren een keuze is en hun eigen verantwoordelijkheid. Want vaccinaties hebben risico's. Bij het huidige
Zo grootschalige injecteren van de experimentele gentherapie is het volledig informeren en het monitoren van bijwerkingen zo mogelijk nog belangrijker. Alle artsen die deze injecties geven, hadden hierover volledig moeten worden geïnformeerd en de opdracht moeten krijgen om verplicht eerst volledige informatie aan de te injecteren persoon te geven, alvorens tot toediening ervan over te gaan. En daarna alle mogelijke reacties na de injectie, ook die na een lange tijdstermijn, te melden bij bijwerkingencentrum Laren. En de leden van de tijdelijke commissie zijn steeds verder gegaan met het vervolgen van een onverantwoorde weg door zelfs zwangere vrouwen en kinderen voor te spiegelen dat deze injecties veilig zijn volgens onverantwoorde aannames. Alle gemelde bijwerkingen tot nu toe, hoewel er forse onderrapportage is en deze onvolledig zijn door veel te weinig melden door artsen, laten zien dat er veel en grote risico's zijn bij de injecties, terwijl de ziekte COVID-19 voor kinderen en zwangere vrouwen geen of een beperkt risico vormen. Bij Uterine Vigilance, dat bijwerkingen voor het EMA registreert, zijn dit jaar tot 30 oktober totaal ruim 1 miljoen meldingen binnengekomen van personen met één of meer, ook ernstige bijwerkingen en ruim 17.000 overlijdens. Bij kinderen tot 18 jaar zijn meer dan 5.000 ernstige bijwerkingen, waaronder 55 overlijdens, gemeld. Het werkelijke risico van de COVID-19-injectie voor de individuele inwoner en zeker voor elk kind moet worden genoemd. En komt er nu een toelating voor kinderen vanaf 5 jaar en daarna voor baby's vanaf 1/2 jaar? Experimenten van gentherapie uitvoeren op de hele bevolking, inclusief kinderen en het ongeboren kind. Het is bijna niet uit te houden dat we dit nu meemaken. Met dit experiment had al lang gestopt moeten zijn. Laat het nu stoppen. De NVKP staat voor keuzevrijheid en die is sinds 25 september en zeker sinds 2 november onder hoge druk komen te staan door het invoeren van de QR-code. Feitelijk een dwang tot ofwel het nemen van de immunotherapie, ofwel het steeds moeten bewijzen dat je gezond bent door te testen. Dit werkt discriminerend, stigmatiserend en is een inbreuk op de lichamelijke integriteit. De NVKP zal blijven benoemen dat er nog steeds een keuze is. Ook al maakt de overheidstirannie het ons lastig. We hoeven daar niet aan deel te nemen. We hoeven niet te accepteren dat niet gevaccineerde, gezonde personen als een bedreiging voor de volksgezondheid worden gezien. Wij investeren liever in gezondheid. Alle Nederlanders hebben recht op alle essentiële informatie, op de volledige waarheid. Pas dan kan er in plaats van wantrouwen weer vertrouwen komen in de overheid, de medische sector en in de gezondheidsraad. Dank u wel. Dan moet nu de staat reageren op wat in de eerste termijn is aangevoerd door eisende partijen. Ik weet niet of u op voorhand daar al iets over op papier hebt gezet. Ja, zeker. Die zal ik even uitdelen. Thank you.
vader voorzieningenrechter. Ik denk dat ik een open deur intrap als ik begin met de opmerking dat Nederland nog niet uit de coronacrisis is. We weten allemaal dat het aantal infecties met het SARS-CoV-2-virus en ook het aantal daaraan gerelateerde ziekenhuisopnames, intensive care opnames, de laatste tijd weer sterk is toegenomen. En de verwachting op dit moment is dat die infectiedruk de komende periode nog verder zal toenemen. Gelukkig is het zo dat er al veel mensen gevaccineerd zijn en daardoor goed beschermd zijn tegen de ziekte COVID-19. En tijdens de laatste persconferentie heeft het kabinet mensen die nog niet zijn gevaccineerd opgeroepen om zich te laten informeren en zich te laten vaccineren. Uit de dagvaarding en ook uit wat daarnet door de heer Pols is gezegd, blijkt duidelijk dat eisers willen dat die vaccinatiecampagne wordt gestaakt. Maar die vorderingen, dat is toch denk ik belangrijk dat ik dat aan het begin benoem, die vorderingen in dit kort geding, die richten zich daar niet rechtstreeks op. Dat is niet wat gevorderd wordt. De vorderingen die richten zich tegen het college ter beoordeling van geneesmiddelen en tot de gezondheidsraad en een aantal van zijn individuele leden. En de vorderingen houden in, heel kort samengevat, dat aan deze partijen zou moeten worden bevolen om de handelsvergunningen voor de producenten van vaccins te schorsen. Respectievelijk om een aantal adviezen die te maken hebben met COVID-19 in te trekken. En dan is de gedachte, dan zou de staat geen andere keus meer hebben dan een vaccinatiecampagne te beëindigen. Ik voeg er nog aan toe, u heeft dat ongetwijfeld gezien, maar toch misschien ook goed voor de mensen die op de livestream kijken. De vorderingen in deze zaak gaan dus ook niet over de inzet van de QR-code in het beleid, in de maatregelen van de staat. Dus daar zal ik ook om die reden niet over spreken. Wat ik wel zal doen is in aanvulling op de conclusie van antwoord nog een keer kort toelichten dat het CBG niet bevoegd is om die handelsvergunningen te schorsen. En ook dat de adviezen van de gezondheidsraad niet onrechtmatig zijn. Maar daaraan voorafgaand wil ik eerst toch stilstaan bij de keuze van de eisers om een aantal individuele leden van de gezondheidsraad persoonlijk in recht te betrekken in dit kort geding. En wat we dan zien is dat al langere tijd de leden van de gezondheidsraad verdacht worden gemaakt in filmpjes en op internetberichten van viruswaarheid. Hun onafhankelijkheid wordt daarin in twijfel getrokken en ze worden beschuldigd van het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid. Dat hebben we net ook weer horen uitlichten. En in dat soort filmpjes worden ook hun namen, foto's, functies worden getoond. Een voorbeeld daarvan is een filmpje op Facebook van 11 maart van dit jaar. Daarin werden namen en foto's van verschillende leden van de gezondheidsraad en soms ook van hun partners getoond. Er werd vervolgens gesteld dat die leden niet onafhankelijk zouden zijn, eenvoudig weg omdat men nooit eerder met elkaar heeft samengewerkt of bijvoorbeeld de overheid heeft geadviseerd. Ander voorbeeld is een persconferentie van viruswaarheid van 7 september jongstleden, waarin de heer Pols namen, foto's, functies en soms zelfs de contactgegevens van een aantal van de leden heeft getoond. En daarna betoogde hij dat de leden hebben gelogen en bedrogen, dat hun adviezen de basis vormen voor misdadige medische experimenten op de bevolking en dat zij daarmee de afbraak van de rechtsstaat legitimeren. Er zou zelfs sprake zijn van een systematische aanval op de bevolking waarover klachten zullen worden ingediend bij het internationaal strafhof. Het zou kunnen dat dat intussen gebeurd is. Op internet is ook te vinden een filmpje van 14 oktober jongstleden, waarin de heer Engel voor het gebouw van het internationaal strafhof staat en daar aankondigt dat er een klacht is ingediend die is gebaseerd op het kort geding tegenover de gezondheidsraad en de aangifte tegen het CBG. Daarna wordt vervolgens een verklaring van overlevenden van de Holocaust voorgelezen. Er wordt een envelop bezorgd bij het internationaal strafhof. En die aanpak die we daar zien, die past, zo lijkt het in ieder geval, in de algemene strategie die viruswaarheid voert. Het lijkt erop, ik weet niet of dat is vanwege het toch gebrek aan succes in de procedures die gevoerd zijn, men lijkt steeds minder gericht op het aanspreken van de verantwoordelijke instellingen op hun adviezen of beleid of besluiten en steeds meer op de personen die bij die instellingen hun werk doen. Als viruswaarheid ongelijk krijgt in procedures over de coronamaatregelen of over de vaccinatiecampagne, dan wordt er vervolgens aangifte gedaan tegen de rechters en de raadsheren die uitspraken hebben gewezen. Terug te vinden op de site van viruswaarheid met naam en toenaam van de betrokkenen erbij. En als viruswaarheid het niet eens is met de toelating van de vaccins, met de adviezen van de gezondheidsraad, dan wordt er aangifte gedaan tegen het CBG, tegen de personen daar, en worden de leden van de tijdelijke commissie medische aspecten COVID-19 persoonlijk gedagvaard, zoals in dit kort geding.
En het lijkt er dan toch sterk op. Het is net wel betwist, maar ja, de indruk dus die dat wekt is toch een andere. Dat op deze manier wordt geprobeerd om de mensen persoonlijk onder druk te zetten en af te schrikken. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de sommatiebrief die voorafgaand aan het kort geding aan de leden is gestuurd. Met daarop de aankondiging dat sprake is van misdrijven die niet verjaren. En dat de situatie in de nabije toekomst drastisch kan wijzigen. Ook dat heb ik daarnet opnieuw horen zeggen. En dat is een handelwijze die onmenselijk is. De leden van de gezondheidsraad die zetten zich ook nog tegen bescheiden vergoeding in voor de publieke raad. En het is van groot belang dat zij dat, en dat geldt ook voor andere personen in dit soort adviesorganen, dat zij die werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder te hoeven vrezen voor allerlei persoonlijke aansprakelijkstellingen, voor procedures, voor hetzes op social media, die tegen hen als privépersonen gericht zijn, soms zelfs tegen hun naasten. En voor het doel dat eisers willen bereiken, is dat ook niet nodig. Want ik herhaal het, dat is ook natuurlijk in de conclusie van Antwoord al gezegd. Natuurlijk is het zo dat eisers het recht hebben om een debat te voeren over het coronabeleid van de staat en de vragen die daarmee samenhangen. Dat mag, dat kan, daar hebben we ook de rechten voor. Maar dat debat moet dan wel worden gericht tot de staat en niet tot de individuen. En ik ga hier zo uitvoerig op in, omdat dat voor de staat, maar ook voor de leden van de gezondheidsraad, echt een wezenlijk punt is. En ik wil u daarom ook vragen om in de motivering van het fonds aan deze vraag ook aandacht te besteden. En uitdrukkelijk uit te spreken dat de leden niet persoonlijk kunnen worden gedagvaard voor adviezen die uit naam van de gezondheidsraad als entiteit zijn uitgebracht. En ook niet via een kort geding als dit kunnen worden gedwongen om persoonlijk steun aan adviezen die er zijn uitgebracht om niet te herroepen. Ik denk dat het van belang is dat er op dit punt toch een duidelijk signaal wordt afgegeven. In de eerste plaats voor de leden van de gezondheidsraad, die in deze zaak de partijen zijn. Maar ik denk ook voor leden en medewerkers van andere adviesorganen van de staat, want daar zien we hetzelfde beeld. En dan de inhoud van de vorderingen. En dan begin ik met de gezondheidsraad. De gezondheidsraad, dat is een wetenschappelijk adviesorgaan van de staat. En die raad heeft op grond van de gezondheidswet de taak om de ministers en de staten-generaal voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheidszorg door middel van het uitbrengen van rapporten. De gezondheidsraad kan aan die voorlichting een wetenschappelijk raadgevend oordeel verbinden, maar het is niet de taak van de gezondheidsraad om de uiteindelijke politieke keuzes te maken. Die verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de regering en bij het parlement. De adviezen die de gezondheidsraad uitbrengt, die worden opgesteld door multidisciplinaire commissies en die komen ook via een zorgvuldige procedure tot stand. En die procedure kent een aantal waarborgen. Zo moeten mensen een belangenverklaring afleggen alvorens zij kunnen worden benoemd in een commissie. Die verklaringen worden ook getoetst en worden tijdens de eerste commissievergadering besproken. En als een belangenconflict of zelfs de schijn daarvan kan optreden, dan mag een lid niet worden benoemd, mag het ook niet meedoen aan de beraadslagingen over een onderwerp waar dat belang bij zou kunnen bestaan. In de adviezen zelf wordt toegelicht welke vraag is beantwoord, welke methodologie is gehanteerd en op welke wetenschappelijke gegevens de beoordeling is gebaseerd. Vervolgens is er binnen de gezondheidsraad een onafhankelijke beraadsgroep die beoordeelt of het onderzoek goed is gedaan, of het goed is geïnterpreteerd en of het goed is verwerkt. En bij dat alles streeft de gezondheidsraad ook naar transparantie, de lopende adviesvragen, alle afgeronde adviezen en ook alle belangenverklaringen die worden op de website gepubliceerd. Desondanks wordt in dit kort geding in de kern betoogd dat een aantal adviezen van de gezondheidsraad in zaken COVID-19, dat die niet aan de daaraan te stellen wetenschappelijke eisen zouden voldoen. En het belangrijkste verwijt, als ik dat goed begrijp, is dat de adviezen onrechtmatig zouden zijn omdat niet is voldaan aan het beoordelingskader voor vaccins dat de gezondheidsraad zelf heeft opgesteld. Wat denk ik hier dan toch een belangrijk punt is voor de beoordeling die u natuurlijk moet gaan geven, is dat het uiteindelijk niet aan de rechter is om een eigen oordeel in de plaats te stellen voor het wetenschappelijke oordeel van de gezondheidsraad, maar op de stoel van de leden van de gezondheidsraad te gaan zitten. Laat staan dat in een kort geding de rechter een wetenschappelijk adviesorgaan of zelfs individuele deskundigen van dat orgaan zou kunnen bevelen om adviezen in te trekken of te herzien. Een juridische procedure, en zeker een kort geding, is niet de plaats voor het voeren van een debat over de inhoud van dit soort wetenschappelijke adviezen. En wat ook belangrijk is, dat het gaat om het eigen oordeel, het deskundige oordeel van de mensen die dat advies uitbrengen.
hoe het naar hun inschatting zit en hoe de verschillende aspecten gewogen moeten worden. En het is dus niet zo dat zo'n advies onrechtmatig wordt als het bijvoorbeeld zo is dat er andere deskundigen zijn die misschien een andere visie hebben. Daar komt nog bij dat de verwijten die worden gemaakt ook niet opgaan. En zoals ik al zei, die verwijten die concentreren zich met name denk ik op het beoordelingskader voor vaccinaties. En het lijkt erop dat eisers toch uitgaan van de gedachte dat dat kader een soort limitatieve lijst van een aantal absolute vereisten kent, die allemaal zouden moeten worden nagelopen en waar allemaal, bij wijze van spreken, een vinkje achter moet worden gezet voor je verder kan. Maar zo zwart-wit is dat niet. En dat staat ook al in dat kader zelf. Die criteria die vormen een soort kapstok voor de weging van de beschikbare wetenschappelijke kennis. En dat is een complexe afweging. En daar moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden enerzijds met het maximaliseren van de gezondheidswinst en met een rechtvaardige verdeling van de zorg anderzijds. Dan is in dit geval natuurlijk ook van belang dat hier sprake is van een crisissituatie, de COVID-19-pandemie. En dan spelen ook inschattingen van de risico's en ook de overwegingen van voorzorg spelen een belangrijke rol. Terwijl over sommige andere aspecten, kosteneffectiviteit bijvoorbeeld, of de prioritering ten aanzien van andere hulpzoeken van andere ziekten, die zijn al minder prominent. Ik hoop dat het zo beter gaat. Die zijn al minder prominent en daar wordt dan ook eigenlijk geen advies over gevraagd. Ik wil één punt kort toevoegen, naar aanleiding van wat er net vrij uitvoerig is betoogd, en dat is de term experimentele middelen die steeds wordt gebruikt. De situatie op dit moment is toch wel degelijk dat die vaccins door de Europese Commissie zijn toegelaten op basis van onderzoeken die zijn gedaan, voorafgaand daaraan naar zowel de werkzaamheid als de veiligheid. Dat is in de conclusie van Antwoord ook uitvoerig toegelicht. Dus in die zin denk ik dat die term toch niet klopt. Dan is het verder ook zo dat niet alle adviezen die ter discussie worden gesteld, die gaan over de opname van de vaccins en de vaccinatieprogramma. Maar in de adviezen die daar wel over gaan, is dat beoordelingskader voor de vaccinatie steeds toegepast en is uitgegaan van het primair geadviseerde doel door de Gezondheidsraad om ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 te voorkomen. Dus het doel wat geadviseerd is, was niet, je moet de transmissie zoveel mogelijk voorkomen. Het gaat echt om het tegengaan van ernstige ziekte en sterfte. En vanuit dat vertrekpunt zijn vervolgens de andere criteria nagelopen en gewogen. En op basis van die weging is de commissie steeds tot het oordeel gekomen. En kon de commissie ook tot dat oordeel komen dat de vaccins werkzaam zijn, dat ze voldoende veilig zijn. En dat de gezondheidswinst die wordt bereikt door het voorkomen van ernstige ziekte en sterfgevallen opweegt tegen de risico's op bijwerkingen die zijn gesignaleerd. En ik denk dat dit punt in de conclusie van Antwoord eigenlijk ook wel heel uitvoerig toegelicht is. Dus ik wil dat niet nog een keer herhalen, ook gelet op de tijd. Maar in ieder geval is de conclusie van de kant van de staat, van de gezondheidsraad en van de leden, dat er geen sprake is van een juiste, laat staan, van onrechtmatige adviezen van de gezondheidsraad. Dan nog kort over het CPG. Want via deze procedure, via dit kort geding, wordt ook geprobeerd om te bereiken dat het CPG de handelsvergunningen voor de vaccins zou moeten schorsen. In de conclusie van Antwoord is al vrij uitvoerig uitgelegd, ook in de brief voorafgaand aan het kort geding, dat die handelsvergunningen zijn verleend door de Europese Commissie via de zogenaamde gecentraliseerde procedure en dat die dus ook alleen maar door de Europese Commissie zouden kunnen worden geschorst. Nou, is het zo dat de eisers dat, denk ik, toch wel voor een deel hebben onderkend, want de vordering is uiteindelijk dat het CPG de handelsvergunning niet rechtstreeks zou moeten schorsen, maar moet bewerkstelligen dat die vergunning wordt geschorst. Maar ook dat gaat niet op, denk ik. Bij gebrek aan een formele bevoegdheid om te beslissen over de schorsing, kan het CPG ook niet worden verplicht om te gaan bewerkstelligen, nog even los van hoe dat zou moeten, om te bewerkstelligen dat die vergunningen worden geschorst. En ook op dit punt verwijs ik voor een verdere toelichting naar de conclusie van Antwoord waar daar al op is ingegaan. En de staat en ook de leden blijven dus bij hun conclusie tot niet ontvankelijk verklaring van de eisers, dan wel tot afwijzing van de vorderingen. Ik ben nog iets aan toevoegen naar aanleiding van hetgeen in eerste aanleg door eisende partijen naar voren is gebracht. Of laat u het hierbij? Ik laat het heel even hierbij. Ik zal zo nog even nadenken, maar ik laat het even voor u hierbij. En dat geldt voor mij. Dan zijn we bij de tweede termijn.
ik kijk eerst even naar de advocaat. Meester van de Corpus. Ja, heb niks nieuws gehoord. Nou ja, misschien heel kort even. Al heb ik niks nieuws gehoord in de pleitnoten van de staat van wat al niet in de conclusie stond. Daar heb ik verder geen opmerkingen over. Wel over de dingen die we hebben genoemd over de filmpjes en over uitspraken van viruswaarheid. Nou, laten we dan nu maar zeggen dat we het daar vandaag niet over hebben. Dus dat de eerste 3 pagina's niet de zaak te doen zijn. Dus dan hoeft u daar ook niet op te reageren. Nee, we zijn onder water dat wij weinig winnen. Ja, dat ligt er niet aan. Gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen, zeg dan altijd maar. Wat ik verder opvallend vind, is dat de primaire doelstelling is het voorkomen van ernstige ziekte en sterfte. Ik had graag een uitleg gekregen hoe ik dat dan moet zien. En zeker ook bij kinderen vanaf 12 jaar. Die sterven al niet, en ernstige ziekte ook niet. En dan dat je toch kunt zeggen dat daar een voordeel voor is. En dat ook nog eens een keer betrekken met indirecte winst die er te behalen is. Nou ja, ik ben er waarschijnlijk te dom voor, ik ben het maar een jurist. Maar het wordt vandaag niet duidelijk gemaakt hoe ik dat dan wel moet zien. Want als je gewoon kijkt naar de ernstige ziekte bijvoorbeeld en de sterfte, kun je nooit tot een afweging komen zoals die kennelijk gemaakt is door de gezondheidsraad. Dat was wat ik had op te merken. En dat is in het volgens misschien iets. Ja, ik dacht dat dit een hele mooie gelegenheid was om ons te laten begrijpen hoe men nou tot dit soort adviezen komt. Wij hebben hele stapels met feiten, met wetenschappelijke artikelen, met informatie van de producenten zelf, met informatie van de EMA, noem maar op. Maar ik hoor helemaal niks. Dit is geen debat. Hè, men zegt men wil graag een debat, maar waar is dat debat dan? Want ik hoor hier Orwelliaans gepraat. He, er wordt weer gesproken over die erge pandemie. Ik heb net allemaal cijfers gegeven van waar is die pandemie? Laat mij die pandemie dan zien. Maar dat gebeurt niet. Er wordt alleen maar gezegd, die verschrikkelijke pandemie. Maar dat is natuurlijk geen debat. Een debat doe je met argumenten en niet met prietpraat. Want dat is wat het is. Ik heb hier 5 pagina's en daar wordt eigenlijk helemaal niets in gezegd. Ik wil opmerken dat die klacht bij het internationaal strafhof, die is inderdaad afgegeven. Of dat iets gaat doen, dat weet ik niet. Want zij wilden namelijk die klacht niet fysiek aannemen, want dat was namelijk gevaarlijk in verband met COVID. Nou, dat laat ongeveer zien hoe de klok daar staat. Dus daar heb ik ook weinig vertrouwen in. Ik heb ook al aangegeven waarom we die personen, waar we ze persoonlijk gedagvaard hebben. Dat is inderdaad om hun te bewegen hun werk fatsoenlijk te doen. Er wordt hier nog steeds gedaan alsof dit hele afgewegen wetenschappen, dat is natuurlijk zo ingewikkeld, dat begrijpen wij niet. Maar het zou mooi zijn als men moeite deed om het ons te laten begrijpen. Ik heb wel eens adviezen gezien van de Gezondheidsraad bij andere vaccinatiecampagnes uit het verleden. Nou, die zijn 3 keer zo dik. Daar staan berekeningen in hoeveel bijwerkingen men verwacht, hoeveel overlijdens men verwacht, hoeveel levens men denkt te redden daarmee. Hier is niets. Het is alleen maar prietpraat voor onderstellingen en geneuzel. Dus ik begrijp niet hoe men hier in de rechtszaal gewoon eenvoudigweg kan zeggen van ja, nee, hoe komen deze mensen erbij dat deze adviezen onrechtmatig zijn? Dan gaat het over die beoordelingskader. Wij zouden ons op standpunt stellen dat omdat aan het beoordelingskader niet is voldaan, het daarom onrechtmatig is. Dat is natuurlijk een simplificatie van de situatie. Nee, het beoordelingskader, dat is een zorgvuldig uitgewerkt kader. Wanneer is het nou, wanneer is het nou gerechtvaardigd om gezonde mensen te gaan inspuiten met een geneesmiddel? Je geeft een geneesmiddel aan gezonde mensen. Ik bedoel, het valt onder geneesmiddelen, een preventief geneesmiddel. En dat beoordelingskader is gebaseerd ook op een codificatie van internationale ethische normen. Waaronder bijvoorbeeld de normen die ontstaan zijn met de Nuremberg-code. We hebben toen fouten gemaakt in die oorlog en dan dachten we dat moeten we maar eens nooit meer gaan doen. En daarom zijn dit soort beoordelingskaders. En nu wordt hier het standpunt gezegd van ja, we hebben wel een beoordelingskader, maar we kunnen het ook naast ons neerleggen en dan is het nog steeds rechtmatig en goed. Nou, het idee juist is van een toetsingskader dat je daarmee kan laten zien dat je je werk zorgvuldig en gedegen gedaan hebt.
dan is hier geen sprake van. Aan geen enkele norm is voldaan, dat hebben we uitgebreid toegelicht. En dan komen we weer bij de crisissituatie van de pandemie, ook inschattingen van risico's. Goed, ik had graag een toelichting gehad waarom ik die pandemie dan niet zie en waar we dat dan uit moeten afleiden. Maar het is een pandemie en helaas doet uw rechtspraak daar ook al bij alle zaken in mee. De WHO heeft gezegd het is een pandemie. Ik wijs nog op hetgeen tijdens de Mexicaanse griep gebeurd is, dat achteraf gewoon vaststaat dat het een hoax was, dat het bedrog was. Nu doen we precies hetzelfde en weer is die WHO heilig. Als zij zeggen het is een pandemie, dan moeten alle sluizen gaan open en dan moeten we maar allemaal in de pas gaan lopen. Nee, de taak van de rechter is het feiten te beoordelen. Niet een kreet van een overheid die zegt wij vinden dat er een noodsituatie is of wij vinden dat er een uitzonderingssituatie is. Nee, een rechter hoort te kijken, zie ik dat ook in de feiten? En vooral als dan ook een partij naar voren komt en die zegt nou, ik zie geen IC-opnames extra, met de sterfte zie ik niks bijzonders. Waar is die epidemie dan of die pandemie? Maar die vraag wordt niet gesteld. Ieder vonnis krijg ik weer. Ja, de WHO heeft het uitgeroepen tot een pandemie. Dat is toch geen feitenonderzoek. En dan het laatste nog, het CBG. Kijk, we hebben heel duidelijk gezegd, de inzet van dit kort geding is het stopzetten van deze prikcampagne. En ik heb ook, daar staat ook bij hoe dat dan uiteindelijk bewerkstelligd wordt. Eén ding is zeker, en dat moet ook voor de staat duidelijk zijn. Dit moet gewoon stoppen. En het kan toch niet zo zijn dat wij hier niet meer de macht hebben of de mogelijkheid hebben om een gevaarlijk geneesmiddel van de markt te halen. En daarbij komt, men heeft in de conclusie van antwoord toegegeven dat die bevoegdheid wel bestaat. Alleen zegt men, er is geen spoedeisendheid. Nou, we hebben zojuist, en ook in de andere meer dan 100 pagina's, uitgelegd dat die spoedeisendheid er nou juist wel is. Dus, en daarbij is ook nog de mogelijkheid om zelf invulling te geven hoe dat dan het beste gedaan kan worden. Maar duidelijk is, het moet gestopt worden. Doet u nou eigenlijk dat u vindt dat ze die spoedprocedure, die Europese spoedprocedure, moeten beginnen? Zij moeten, welke mogelijkheid men ook heeft, moet men gewoon benutten om te zorgen dat dit gestopt wordt. Ze kunnen ook verplicht worden om zich direct in te spannen om een brandbrief te sturen. Vind ik ook prima. Naar EMA. Want als een brandbrief gestuurd wordt, dan kan men hier in Nederland ook niet meer gaan volhouden dat alles in orde is. Het gaat erom dat een punt gezet wordt achter wat hier gebeurt. En ik bedoel, de schade is al enorm en die loopt alleen maar verder op. Dan over experimenteel, daar wilde Engel nog wat over zeggen. Bent u dan Op dit moment wel, behalve dan dat ik nog wil toevoegen. Ik hoop wel dat u zo meteen gelijk uitspraak gaat doen. Dat had u net ook al gezegd, daar had ik al notie van genomen. Ik heb van de tegenpartijen gehoord, of in ieder geval niet gehoord, dat er wordt betwist dat het over gentherapie gaat. Het COGEM, onderdeel van het RIVM, bevestigt het ook. Ja, dit vaccin valt onder gentherapie. Dus dat is fijn dat het vandaag in ieder geval keihard is vast komen te staan. Wat er wel werd besproken, of tegengesproken, is dat het experimenteel zou zijn. Nou, is het niet alleen experimenteel. Wij zijn het experiment. En dat wil ik kort toelichten. Heeft u dat op papier, meneer? Nee, ik heb alleen een aantal verwijzingen. Ik zal het langzaam uitspreken, zodat iedereen daar notitie van kan nemen. De clinical trial C4591010. Die gaat erover, en ik zal het even voorlezen. Assessment of occurrence of safety events in real world use of COVID-19 vaccines. Ik val u even in de reden. Dit is wel een beetje veel vraag voor de rivier, omdat ik op spreektempo meet te tikken. Zou je anders misschien, als u het hebt voorgelezen, het aan de rivier kunnen? Absoluut, natuurlijk. Een tweede clinical trial die wordt gedaan is ACCESS/VAC4EU. De eerste gaat vooral over de Verenigde Staten, deze gaat over Europa. Assessment of occurrence of safety events of interest, including severe or atypical COVID-19 in real-world use of COVID-19 mRNA vaccine. Dit gaat er dus over observationele studies. En dit is nu een van die redenen van de QR-code. Via die QR-code worden wij alsnog onderdeel van een klinische experiment.
En ik lees even een paar zinsnijders uit de brieven van het RIVM die men ontvangt. Ten behoeve van de veiligheidsbewaking, de bestrijding van de epidemie en voor het onderzoek naar de werkzaamheid van het vaccin. En daar kan je dan ja of nee je handtekening over geven. Hiermee, dit is een soort informed consent waarmee je toestemming geeft om je medische gegevens te gebruiken voor het klinisch onderzoek naar de werking en veiligheid van deze vaccins. Dat zijn typisch aspecten die bij fase 3 horen. Wat is dat voor stuk? Wat doen dit zijn brieven van het RIVM die aan mensen die worden uitgenodigd voor de prik. Oh, okay. Dus iedereen krijgt deze. U heeft hem waarschijnlijk zelf ook gehad. Dus u kunt het zelf terugvinden. We hebben deze brief ook op de website staan. En ik zal ze dadelijk overhandigen als dat... Ja, kunnen jullie op de website kijken. Ja. Heeft u die stukken dan ook voor de staan? We kunnen er een kopie van maken. Maar nogmaals, dit zijn de brieven van het RIVM. Ik wil nog een andere. Dan staan er een paar standaardvragen. Waarom gebruikt het RIVM persoonsgegevens in een centraal registratiesysteem? Een van de punten, de werking en veiligheid van de vaccins controleren. We komen op een volgende. De gegevens kunnen worden, op termijn gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Nog een andere gaat over dat het 20 jaar wordt bewaard. Het is niet alleen de stelling dat deze middelen experimenteel zijn. Wij zijn onmiskenbaar deel van een experiment. En dat dit wordt ontkend is laakbaar. Kom ik nog een ander punt. Gelukkig, doordat er heel veel mensen opletten, is er nu ook een versie die niet redacted of niet gezwart is. Daar staat in, en dan heb ik het over het contract dat de Europese Unie met Pfizer heeft afgesproken. Er staat een passage over fraude in. En die passage die houdt zoveel in als dat als er sprake is van fraude, wat nu is vastgesteld, dat het contract ontbonden kan worden. Dus ik wil bij deze ook de staat oproepen om het contract met Pfizer te ontbinden. Want dat is wat er hierin staat. Dat is een verplichting. Dan wil ik nog verwijzen naar de pleitnota van de tegenpartij. Het is ironisch te noemen. Bij 1.1 zin 2 wordt toegegeven dat de prikjes mislukt zijn. Want de ziekenhuisopnames neemt de laatste tijd weer snel toe. Hoe kan dat als 85% van de bevolking en misschien wel 95% van de zwakkeren zijn geprikt? Hier wordt onmiskenbaar toegegeven dat het is mislukt. Ondertussen hebben we het over een boostershot. En dat is het laatste punt dat ik wil maken. Er is op geen enkele manier aangetoond dat ze werken. Maar nu wordt er wel een boostershot gegeven. En dat staat in het laatste advies en die hebben we ook vrijdag of donderdag nog toegevoegd. En dat laatste advies gaat over heterologe injecties. Ik zal het kort toelichten. Het gaat erover als je eerst met een vectorgentherapie bent bewerkt, dat je daarna ook nog een mRNA-gentherapie als derde prik mag hebben. Die derde prik stond overigens al vast 5 januari 2021. In Engeland, dat is productie 39 waar we het nu over hebben. Ik denk het wel, hè? Het laatste advies van de Gezondheidsraad. Maar ja. Geen nieuw artsen van de dagvaarding. Zeg het nou iets. U hebt het toegestuurd, maar het is niet een van de adviezen waarvan u vindt dat ze van tafel moeten. Nee, die is toegevoegd volgens mij nog, die booster, ja. Die staat er, die is afgelopen. Dat is een kennelijke schrijver. Er wordt gevraagd 1 tot 12, maar de benoemde zijn 1 tot 13. Dus 13 is de booster. Ja. En dat is productie 14. Wat wil ik de dag aan? Want er zijn 2 adviezen met nummer 12 benoemd. Maar de laatste nummer 12 is nummer 13, de booster. Er staat onder Romeinse 3. Dat moet zijn 1 tot en met 13. Waarbij het nummertje 13 productie 14 is. En dan heb je maar de producties 2 tot en met 14 zijn de bewuste adviezen. Ja. Ga nu verder naar Engel. Ja. Die heterologe injecties.
Ik heb net toegelicht wat dat is. Wat dat aangeeft, is dat het een experiment is. Deze zijn namelijk niet in de eerste plaats gedaan in de clinical trials. Dit is later erbij verzonnen. Wellicht was het van tevoren al de bedoeling om al deze prikjes te mixen en matchen, zoals ze het zelf noemen. Dat is weer een aanwijzing dat de Gezondheidsraad meedoet aan het starten van klinisch onderzoek binnen de bevolking. Dit is absoluut laakbaar te noemen. Dan wil ik het laatste punt maken over de bijwerkingen. De Gezondheidsraad laat zich erop voorstaan dat zij op de hoogte zijn van wetenschappelijk onderzoek. Ik heb hier een artikel van 13 oktober die bevestigt wat wij al langer vermoeden. Namelijk dat de SARS-CoV-2 spike carcinogeen zou kunnen zijn, omdat ze het DNA-herstelsysteem zouden kunnen remmen. Dit soort dingen. Welk artikel heeft u dan? U hebt een artikel. Ja, ik heb een artikel. En ook die kan ik doorgeven. Ik zal even de titel voorlezen. SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits de VDJ Recombination in Vitro. En waar is dat verschenen, dat artikel? Dit is verschenen in. Het is een Zweedse publicatie. Ik zal even opzoeken. Het is denk ik in iets van epidemiologie gepubliceerd. De editor is Oliver Schildgen. Ah, Viruses, daar is het gepubliceerd. 2021, Viruses. Waar dit over gaat, het gaat er niet om dat dit specifieke artikel is gemist. Het gaat erover dat dit soort dingen te verwachten zijn als je op deze manier je werk uitvoert. Het is onverantwoord en ik ben bang dat we nog heel veel schade zullen meemaken van mensen die kanker krijgen, van miskramen, van neurologische schade, van hartfalen en van trombose. Dat zijn de grootste 5. Al deze mensen die zullen ongetwijfeld ook een strafprocedure starten. Dus ik denk dat wij nog mild zijn en dat de leden, ook al worden ze individueel aangesproken, van geluk mogen spreken dat wij de nette mensen zijn en juist deze manier kiezen om via de rechtspraak dingen aan de orde te stellen in plaats van op een andere manier. Dat was het. Wil u nog reageren op wat de staat net naar voren heeft gebracht of blijft u bij wat u heeft gezegd? Ja, daar blijf ik bij en ik ondersteun wat zij gezegd heeft. Dan hebt u de kans gekregen om alles wat u van belang vindt in de zaak naar voren te brengen. En dan mag tenslotte de staat daar nog kort op reageren. Ik zal nog kort beginnen met de bevoegdheden van het CDG. Ja, mag ik u even in de reden vallen? Want ik heb net eventjes aan minister van de Korput gevraagd hoe zit dat nou met die adviezen. Wat valt eronder, wat niet? Had u het ook zo begrepen als meneer van de Korput het zegt dat dus productie 14 ook onderdeel uitmaakt van de adviezen waarvan gezegd eisers vinden dat ze van tafel moeten. Ik zeg het maar even simpel, maar dat is toch de kern. Hè? Als het gaat om productie 14, dat is volgens mij het advies van 14 september, toch? Ja, dat is het. Ja, klopt. In de dag. Bij nummertje 4 in de dag. Ja. Maar in ieder geval, dat productie 14, dat wist u, daar hebt u ook ja, productie 14 rekening mee gehouden toen u bent gaan reageren op de vordering. Ja, dat klopt. Het geldt natuurlijk dus niet voor het laatste advies. Nee, maar we hebben het over productie 14. Ja, daar zijn we het volgens mij kort klikken, knikken, dus we zijn het met elkaar eens hierover. Dat is fijn. Ja, ik wilde nog kort iets zeggen over de bevoegdheid van het CBG. U stelde daar volgens mij ook een vraag over die spoedprocedure of die volgens eisen zou moeten worden gevolgd. Ja. Je drukt het mogelijk op het verkeerde knopje. Neem me niet kwalijk. Nou goed, zoals in de conclusie ook is aangegeven, zijn dit Europese handelsvergunningen. Via de centrale procedure zijn die verleend. Daarop is verordening 726/2004 van toepassing. En het niet te verstaan? En
ook daarvoor geldt dus dat als we kijken naar de vordering, die ziet op het bewerkstelligen van schorsing van die vergunningen. En daarvoor geldt dat schorsen van die handelsvergunningen alleen kan plaatsvinden door de Europese Commissie. U ziet, u kunt het ook terugzien in artikel 81 van die verordening. Daar staat ook dat de schorsing van vergunningen moet plaatsvinden volgens de procedures van de verordening zelf. En uit de verordening zelf volgt weer dat dat exclusief de bevoegdheid is van de Europese Commissie. Als we het dan hebben over die uriespoedprocedure, die wordt genoemd inderdaad in de richtlijn, in de geneesmiddelenrichtlijn, artikel 107 decies, dan zult u zien dat in lid 3 ook wordt aangegeven dat als het gaat om vergunningen die volgens de centrale procedure zijn verleend, ook de Europese Commissie exclusief bevoegd is om eventuele tijdelijke maatregelen te nemen. Nou, dat is overigens niet de vordering, want de vordering is niet een tijdelijke maatregel, maar het überhaupt schorsen van vergunningen. En daarvoor geldt dan weer dat ook daarvoor geldt dat de Europese Commissie daartoe exclusief bevoegd is. Maar even, want dat begrijp ik niet helemaal. Hoe zit het dan met die uniespoedprocedure? Ja, de uniespoedprocedure, ook daarvoor geldt dus dat de Europese Commissie, als het gaat om vergunningen die via die centrale procedure zijn verleend, de Europese Commissie centraal exclusief bevoegd is. Dat is natuurlijk ook de hele gedachte van deze centrale procedure en de harmonisatie van de vergunningen, waarbij je dus niet wil dat lidstaten zelfstandig via de centrale procedure verleende vergunningen zouden kunnen schorsen. Dat is niet hoe dat in die vergunningen en de verordening is geregeld. En wat kun je dan als land doen als je vindt dat er iets misgaat? Ja, als je vindt dat er iets misgaat, dan kun je uiteraard wel in de verschillende comité's, en met name hier speelt het risicobeoordelingscomité, de zogenaamde PRAC, PRAC, een centrale rol. Daar zitten ook vertegenwoordigers vanuit Nederland bijvoorbeeld in, die vervolgens weer daarover verantwoording afleggen aan het CBG. Maar dat is één van de 27 deelnemende lidstaten. Die zitten, hebben daar deel in en die kunnen via die commissie kunnen zij natuurlijk ook zaken aan de orde stellen die aandacht behoeven. Dat gebeurt ook. Hè. Dat is ook te zien in de verslagen die afgelopen vrijdag nog zijn ingediend. Dat laat ook juist heel mooi zien hoe die procedures verlopen. En welke verslagen bedoelt u dan? Die vrijdag zijn ingediend. Hè. Dat ja, zijn allemaal maar voor de mensen die op de livestream kijken, die denken natuurlijk, wat is dat dan? Dat zijn allemaal verslagen van de vergaderingen van het CBG. Ja. En daar is natuurlijk ook te zien dat zorgvuldig en uitvoerig wordt gesproken over alles wat er blijkt over de werking van deze vaccins. Maar dat hoort thuis in dat comité op Europees niveau. En het is dus niet zo dat het CBG zelfstandig aan de vordering kan voldoen, los van de vraag of ze het zou willen, maar dat zij zelfstandig die handelsvergunningen die via de centrale procedure zijn verleend, zou kunnen schorsen. Dat ter toelichting op die systematiek van vergunningen die via de centrale procedure zijn verleend. Ik heb ook nog horen zeggen dat niet de eisen uit de uitvoeringsverordening zouden zijn toegepast. Ook hiervoor geldt weer dat dat de verantwoordelijkheid is van de Europese Commissie. En als we kijken naar de vergunningen, de handelsvergunningen die zijn verleend, daar neemt de Europese Commissie ook een uitvoeringsbesluit over. Daarin stelt zij ook vast dat aan de eisen, dat artikel 4 van die uitvoeringsverordening, is voldaan. He, dus ik zal daar niet in detail op ingaan, maar er zijn allerlei eisen ingelegd waaraan hier moet worden voldaan om deze zogenoemde voorwaardelijke vergunningen, wat eigenlijk inhoudt, zeker niet inhoudt, dat er veel studies niet zouden zijn gedaan. Integendeel juist, er moeten juist aan hoge eisen worden voldaan. Maar aan die eisen is hier ook voldaan. Dat staat ook in het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Maar nogmaals, het is dus de Europese Commissie ook die dat vaststelt en die dat toetst en daarover uiteindelijk besluit neemt en dat heeft gedaan. Dat is wat u nog wilde zeggen. Ja. Ja, en ik wil nog op twee punten dat aanvullen. Twee punten die net genoemd zijn. Het eerste is de term gentherapie. Ik werd net geloof ik door de heer Engel gezegd van nou, ik heb helemaal niet horen betwisten dat het sprake is van gentherapie, dus dat staat nu vast.
dan is het denk ik toch goed om toe te lichten dat dat niet het geval is bij deze vaccins. En waarom is dat zo? Gentherapie is het inbrengen van genetisch materiaal in menselijke cellen in het kader van een geneeskundige behandeling van het eigen DNA. Het gaat dan dus om het inbrengen. Pardon, ik ben aan het woord. Ik ben het net geweest, nu ben ik aan het reageren. Het gaat dan dus om het inbrengen van DNA in menselijke cellen met het doel om een wijziging, een blijvende wijziging daarin aan te brengen. En dat is niet wat aan de orde is bij deze vaccins. Dat zijn mRNA-vaccins. Daar gaat het niet om het inbrengen van DNA. Dat mRNA is een tussenproduct dat kan ontstaan door een infectie, maar dat kan ook door zo'n vaccin worden aangemaakt. Het is kortdurend en dat leidt dus niet tot een blijvende wijziging van het DNA. Heel kort samengevat, maar daarom is het standpunt aan de kant. Ik mag daar zo nog even op reageren, meneer. Is het standpunt aan de kant van de staat dat het inderdaad niet kan worden gekwalificeerd als gentherapie. Dat is het eerste wat ik wou zeggen. En dan het tweede punt is, er werd net een opmerking gemaakt van ja, wij horen helemaal geen toelichting op de adviezen van de Gezondheidsraad en op de inhoud daarvan. Die toelichting staat natuurlijk in de eerste plaats in de adviezen zelf. Als we kijken naar die adviezen, dan zijn die in veel gevallen bepaald uitvoerig. Ik wijs bijvoorbeeld in dit kader op het basisadvies eigenlijk, ja, over de vaccinatiestrategieën. Dat hebben we als productie overgelegd bij de conclusie van antwoord. Dat gaat om een advies van 66 bladzijden, waarvan 6 bladzijden literatuur verwijzen. Dus die adviezen zelf, die zijn al uitvoerig toegelicht. Hè, hoe de afweging zijn gemaakt en ook op welke informatie dat is gebaseerd. Dus ook die stelling die deed ik niet. Aansluitend daarop nog kort een opmerking over het advies over het vaccineren van adolescenten. Daarvan heb ik bijvoorbeeld horen zeggen van ja, maar dan kan ik toch niet, kunnen wij niet volgen waarom dat überhaupt is geadviseerd. Ja, ook dat is in het advies natuurlijk toegelicht. En daarbij is onder andere gewezen op zowel de directe als ook de indirecte ziektelasten. Bij de directe ziektelast dan gaat het inderdaad om, ja, weliswaar bij kinderen natuurlijk minder vaak voorkomen, maar toch wel ernstige complicaties die ook door een infectie met SARS-CoV-2 kunnen optreden. Met name is in dat advies genoemd, is gewezen op het zogenaamde MISC-ziektebeeld. Dat is een complicatie die kan ontstaan bij deze ziekte en die kan ook leiden tot intensive care opname. Ook dat is in het advies toegelicht. Dus de stelling van, ja, er wordt hier geen toelichting gegeven waarom nou die gezondheidsraad tot allerlei conclusies komt, die wordt niet gedeeld in deze advies. Dit was het ook hoor. Dus. Meneer Engelman, mag nog heel kort alleen, want eigenlijk hadden we de discussie gesloten, maar u mag nog heel kort alleen iets zeggen over wat er staat over de gentherapie. Ja. Dank u wel, heer Voortruins. En dan mag ik u dan vragen, want u had ook nog stukken voor de rivier. Dat zal ik ook overhandigen. Als u dat eerst even doet, ja. Dan hebben we dat maar gehad. Moet ik die van jou? Ik wil even wat doen. Tafelgenoten, dat moet ik doen. Wat zijn die ook? Ja, dat zijn de stukken waar meneer net uit voer was. Waarvan ik dacht, dat kan de rivier echt niet bijhouden. Ja. Dat was in het Engels en dat allemaal. Ja. Voor het overzicht van professionele kaders. Ja. Precies. Dank u wel. Kunt u het eerst even aan mij geven? Ja. Fijn, dank u wel. Ja, dan nog eventjes. Het ging alleen om deze, dus deze mag weer terug. Ja, oké. Okay. Dat zijn de brieven van het RIVM. Ja. Alleen om, wilt u daar nog een kopie van? Want dan denk ik dat een van de Corpus die wel even wil toesturen. Ja, als het kan, dat is het wel lekker netjes. Heb je zelf een kopie? Ja, ik stuur het zo. Okay. Ja. Dan, dit is natuurlijk mijn vakgebied. Het COGEM is trouwens het onderdeel van het RIVM. Die gaat over de vergunningen als je onderzoek doet naar gentherapie of genetische manipulatie. Dus zij zijn van mening dat het gentherapie is. Het is niet mijn stelling. Daarnaast hebben wij honderden bronnen aangeleverd die dat bewijzen. En ik snap ook waar de fout misschien opzettelijk of onopzettelijk wordt gemaakt. Er wordt alsmaar bewezen naar een permanente verandering en DNA. Ik wil mensen wijzen op dat nucleïnezuren, daaruit is genetisch materiaal opgebouwd. Onze genen bevinden zich in ons DNA, maar ook in ons RNA. Namelijk tRNA en mRNA bevatten dat ook. Dus als we het hebben over gentherapie, dan hebben we het niet over DNA-therapie. Als we het hebben over gentherapie, gaat het er ook niet over dat we een permanente verandering bewerkstelligen. Het klopt dat mRNA in principe geen permanente verandering bewerkstelligt, maar het mRNA bevat
ieder geval één gen. En we hebben ook gesequenced. We hebben daar meerdere genen in gevonden die niet alleen met het virus te maken hebben. Maar ik beperk me vandaag op dat spike-proteïne. Dat wordt gecodeerd. Dat gen vanuit het virus is in dat mRNA-molecuul gezet. En er wordt dus wel degelijk een genetische eigenschap toegevoegd. En dat kan zijn tijdelijk. Maar we weten niet hoe lang dat is. En daarom is het zo van belang dat het gentherapie is. Gentherapie vereist namelijk, volgens al die Europese regels, waar Nederland zijn handtekening onder heeft gezet, dat er veel meer follow-up onderzoek nodig is over teratogene werking, over genotoxiciteit, over toxiciteit, over biodistributie, etc. Vandaar dat de tegenpartij ook graag wil ontkennen dat het gentherapie is. Helaas, we hebben vandaag met een juridisch kader te maken. We kunnen daar een wetenschappelijke discussie over voeren. Maar iedereen bij de EMA en bij de FDA en bij de ICH, dat is de overkoepelende organisatie daaroverheen, is het erover eens dat mRNA en de vector injecties onder gentherapie vallen. Dit zijn de feiten en daar kunnen we niet iets een beetje van doen. Dit valt erin. Goed, nou, dan heb ik u nu de gelegenheid gegeven om dat nog aan te vullen, meneer Engel. Dank u wel daarvoor. Wil de staat daar nog op reageren of blijft u bij wat u net zei? Nee, ik hou bij wat u net gezegd hebt voor. Dank u. Dan dank ik u allen vriendelijk voor uw toelichting. Ik sluit de zitting. Uitspraak schriftelijk over 3 weken, niet direct, want er is veel te veel voor. 3 weken. En als het eerder lukt, dan... Ja, maar 3 weken, iedere dag vallen de doden. Dan ziet de kennis niet de urgentie van de zaak. Zaak is gesloten. Dan gaan we dat misschien nog vragen. Ik zal het overleggen, want het is niet... Wil je mijn vragen als u dat nu is, dan neem ik meteen de vraag misschien op. Dat staat nu natuurlijk vrij weer op. Ja, in 3 weken, dan weten we waar het naartoe gaat. Ik heb eerst al 4 of 5 andere vormen geschreven. Ik ga het heel even overleggen met de raadsman en eventueel vraag u het. Meneer Van Kort, ik zou het graag willen horen, want dat is voor iedereen. Is het toelichting om langer is dan de 2 weken die we gebruiken? Ja, dat is omdat het op de rechtbank op dit moment ontzettend druk is en wij ook uitval hebben in de ondersteuning en het moet gewoon geschreven worden. En het moet ook zorgvuldig geschreven worden. Dus dat is wat ik over kan zeggen. U kunt ook een vraag stellen. Maar u kunt mij vragen of niet, maar de zitting is eigenlijk gesloten. Ja, ja. Ja, maar als ik nou weg kan voeren, dan moet ik het in de slag zeggen, dus dan wordt het weg op. Ja, nou weet u wat, overlegt u met uw kind en dan horen we later wel. De camera is morgen uit, dan kan het uitzitten. Dank u wel. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. Every nation in every region now has a decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.